staat van de woningmarkt, staat van de volkshuisvesting. Ik heet de aanwezigen op de publieke tribune van harte welkom. Ik heet de minister en haar ondersteuning van harte welkom. En wij hebben hier een debat met zes Kamerleden van VVD, CDA, PVV, D66, de SP en mijzelf van GroenLinks. En ik zou als eerste spreker graag het woord willen geven aan de heer Koerhuis. En hij voert het woord namens de VVD. Meneer Koerhuis. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een goed en betaalbaar huis is voor iedereen belangrijk. Het biedt zekerheid. Of u nu koopt of huurt, je eigen huis is de plek waar je thuis komt na een dag hard werken. Niet iedereen kan dat vinden, omdat er grote tekorten zijn. Huur- en koopprijzen stijgen en er lange wachtlijsten zijn bij corporaties. De komende jaren ligt er een enorme bouwopgave voor ons. Er moeten 130.000 tot 150.000 woningen per jaar zacht en 100.000 hard gepland gaan worden. Ik gebruik zelf het cijfer al sinds ik Kamerlid ben en laatst hoogleraar Boelhouwer ook al. Er moeten 1 miljoen huizen gebouwd worden. Ik ben blij dat de minister, naar aanleiding van de motie Ronnes Koerhuis, voor 1 april met de harde plancapaciteit hiervoor komt. Aantallen en locaties. En ik ben ook blij dat collega Ronders van het CDA en mijn collega Laan van de VVD, als het moet, een spoedwet woningbouw gaan voorstellen. In het vorige debat met de minister heb ik het over de metropoolregio Rotterdam-Den Haag gehad. Maar nu krijg ik signalen dat het in Gelderland ook niet goed loopt, dat er te strak gepland wordt. Terwijl er ook daar een grote vraag naar woningen is. 100.000 voor de komende 10 jaar. Die mensen moeten we niet op straat laten staan. Kan de minister ook met die provincie in gesprek gaan om een harde plancapaciteit af te spreken en 100.000 nieuwe huizen als richtlijn aan te houden? Voorzitter, ik wil dat corporaties zoveel mogelijk investeren in het bouwen van nieuwe, echte sociale huurwoningen. Het is dan ook zonde als zij geld moeten stoppen in het redden van een corporatie die honderden miljoenen euro's verliezen heeft gemaakt. Daar ben ik blij met de toezegging van de minister dat de Kamer wordt geïnformeerd als er borgings- of saneringssteun gaat naar dure sociale huurwoningen, in plaats van het verkopen aan private, lange termijn investeerders zoals pensioenfondsen. In plaats van die verliezen en aankoopsommen op te hoesten, kunnen corporaties dan investeren in het bouwen van nieuwe, echte sociale huurwoningen. Voorzitter, dan over de hoge huurprijzen. Nu is de maximale huur voor een sociale huurwoning 710 euro. Voor veel mensen met een laag inkomen is dat niet echt sociaal te noemen. Ik krijg vaak de vraag wat wij nou willen doen aan die hoge huren. Er zijn verschillende manieren om dit op te lossen. Dat zou kunnen door de maximale huurprijzen van corporaties te verlagen naar bijvoorbeeld de aftoppingsgrens van de huurtoeslag, nu 640 euro. Of door de 710 euro niet te indexeren. Zou de minister dit kunnen meenemen in de evaluatie van de woningwet dit jaar? En het zijn niet alleen de huurprijzen die stijgen, maar ook de koopprijzen. Deels is dat goed, want daardoor staan er veel minder huizen onder water. Maar deels is dat ook niet goed, want door die hoge prijzen hebben veel starters moeite om een hypotheek te krijgen. Wat wil de minister doen om starters te helpen? De vorige keer hebben we als coalitie gevraagd om de NHG-premie te verlagen en om die mee te kunnen blijven financieren. Ik ben blij dat de minister dit aan het onderzoeken is. Maar omdat de prijzen stijgen, zijn er minder woningen beschikbaar waarbij je een NHG kan krijgen. Zou de minister deze verhoging kunnen laten doorwerken in een hogere NHG-grens? De vereniging Eigen Huis stond hiermee in de Telegraaf vanochtend. Maar het kan niet zo zijn dat hij door de regio meer gaat betalen, terwijl de prijzen vooral in het centrum van Amsterdam en Utrecht enorm stijgen. Dus als de grens omhoog gaat, dan voor het hele land. Tot slot wil ik iets zeggen over de huisvesting van statushouders. Het kan niet zo zijn dat mensen die jarenlang op een wachtlijst staan, voorrang moeten geven aan mensen die hier net binnenkomen. Daarom hebben we als VVD de landelijke verplichting voor die voorrangsregeling geschrapt en is er geld voor sobere huisvesting. Ik krijg signalen dat gemeenten daar te weinig gebruik van maken. Ik wil dan ook eindelijk weten hoeveel gemeenten die voorrangsregeling nog hebben en waarom gemeenten dat geld niet gebruiken. Dat zou toch via een belronde binnen een dag duidelijk moeten zijn. Kan de minister toezeggen de Kamer hier eind februari over te informeren? Voorzitter, zoals u misschien van mij gewend bent, wil ik met een positieve boodschap eindigen. De minister stond gisteren met een mooi artikel in de Telegraaf over dat we binnen- en buitenstedelijk moeten bouwen om aan de bouwopgave te voldoen. Ik ben blij. We gaan bouwen, bouwen, bouwen. Dank u wel, meneer Koerhuis. Dan geef ik nu het woord aan de heer Ronnes. Hij voert het woord namens de fractie van de CDA. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter,
Om de regio's te ondersteunen bij de complexe uitdaging rondom het invullen van de regionale woningbehoeften, geeft de minister aan dat ze de komende jaren een actieve en regisserende rol op zich neemt. We verwelkomen de steun van het Rijk bij het opschroeven van het tempo. We zijn het eens met de minister dat het niet werkt om gemeenten een aanwijzing te geven, maar we sluiten niet uit dat soms een stevig gesprek met de gemeente nodig is. Voor het bereiken van de versnelling in de bouw hebben we een aantal onderdelen die van belang zijn. Het CDA heeft al eerder aangegeven dat het mogelijk is om een versnelling aan te brengen in wettelijke procedures. We gaan niet wachten op de invoering van de Omgevingswet. Een tussenwet moet desnoods het mogelijk maken om effectieve delen uit de Crisis- en Herstelwet nu al te gebruiken. Wanneer kunnen we dit verwachten en wil de minister daarbij ook kijken naar elementen uit het BBL, het besluit bouwwerken en leefomgeving die vastgesteld is ten behoeve van de Omgevingswet? Zitten daar ook elementen in die je naar voren zou kunnen halen die helpen in de versnelling? Er zijn landelijke ondersteuningsteams, expertteam kantoortransformatie, expertteam versnellen, juridische expertpool planschade. Volgens ons zou dat doelmatiger ingezet kunnen worden. En de vraag aan de minister is of dat zij dat nog eens tegen het licht zou willen houden, de werking daarvan. Bij de binnenstedelijke verdichtingsopgave zit een financieel gat van gemiddeld 15.000 euro per woning, zo horen wij, om de business case sluitend te krijgen. En nu is dus de vraag, je hebt er een aantal oplossingen, of je vult dat gat, dat geld moet ergens vandaan komen, of je gaat hoger bouwen, zodat de exploitatie goedkoper wordt, of je kiest ervoor om in de randen van een stad of dorp te gaan bouwen. Hoe denkt de minister, hoe kijkt de minister daar tegenaan? Dat zouden we graag van haar horen. Er is 2 miljard extra voor infrastructuur gepland. Zit er ook een koppeling naar de toekomstige woningbouwopgave om die plekken waar woningbouw hard nodig is en waar ook infrastructuur nodig is, om daar voldoende prioriteit aan te geven? En dan een ander punt is de uitwerking van de motie Ronnes Koerhuis. De heer Koerhuis had het er al over in verband met de planning van de harde plancapaciteit. Gaan we 1 april aanstaande halen om een goed beeld te krijgen wat we kunnen verwachten de komende tijd? En dan nog een punt wat gebleken is uit de ronde tafel over de bouwopgave. En eigenlijk weten we het niet van dat alleen, want we lezen het gewoon ook in kranten. Dat er een tekort is aan personeel en een tekort aan bouwmateriaal. Ik heb het volgens mij tijdens de begrotingsbehandeling ook al een keer met de minister besproken. Maar het begint steeds nijpender te worden. En mijn vraag is, heeft zij daar overleg over met haar collega's, economische zaken, maar ook natuurlijk het hele personeelsbeleid, om te kijken of er daar nog enige versnelling te halen valt. Dan kom ik bij de ladder van duurzame verstedelijking. Gisteren was ik op uitnodiging van Overijssel bij de woonkeuken. Een mooi voorbeeld van de kracht van de regio. En dan hoor je ook waar men lokaal tegenaan loopt. En een van de zaken is dat de ladder van duurzame verstedelijking een toetsingskader is van hoeveel dat je ergens mag plannen aan harde bouwcapaciteit. En nu is het zo, en ik herken dat uit de praktijk vanuit mijn eigen wethouderschap, dat je altijd meer moest plannen om 100% te halen. Dus op het moment dat je 100% plant, dan weet je altijd dat je niet voldoende haalt om in de behoefte te kunnen voorzien. Is de minister bereid om te onderzoeken of het sturen op plancapaciteit kan leiden tot tekorten, omdat de praktijk niet matcht met de theoretische aantallen? En zijn er oplossingen voor te bedenken dat we dat model anders zouden kunnen toepassen, dat er meer vrijheden ontstaan daar wat noodzakelijk? Kom ik bij de positie van de woningcorporaties. De staat van de volkshuisvesting laat zien dat er een tekort is aan sociale huurwoningen en dat de doelgroep in periode 2015 tot 2025 zal toenemen. Dit terwijl de sociale voorraad juist de afgelopen jaren kleiner is geworden. Over de bouw van deze woningen moet de gemeente met corporaties afspraken maken. Het is dus niet zo logisch om sociale huurwoningen te verkopen als geen nieuwbouw wordt gepleegd. Deelt de minister die gedachte? En dan een out-of-the-box vraag. Waarom is de huurliberalisatiegrens en inkomensgrens voor toelating tot een sociale huurwoning over heel Nederland gelijk, terwijl de woningmarktregio's zo van elkaar verschillen? Wat zouden de effecten zijn als Amsterdam en krimpregio's andere liberalisatiegrenzen zouden krijgen? Is ze bereid dit te onderzoeken, wat de mogelijke effecten zijn? En daarbij valt er meteen aan te koppelen van wat zou het betekenen als de WWS zou worden doorgetrokken naar het middensegment? Wat zouden daar de praktische effecten van zijn? Dan kom ik bij een punt wat eigenlijk toch wel erg zorgelijk is. De aflossingsvrije hypotheken blijkt uit ook de grafieken die we in de rapporten terugvinden. De aflossingsvrije hypotheken belopen nog ruim 340 miljard. Er is meer actie nodig om problemen op termijn te voorkomen.
De ANBO heeft daar ook aandacht voor gevraagd. AFM en DNB hebben wel gewaarschuwd richting de hypotheekverstrekkers, maar tot nu toe met weinig resultaat, zo lijkt het. Wat is het beeld van de minister op dit probleem? En het CDA zou graag zien dat de minister samen met haar collega Financiën de sector gaat aansporen om hier ook daadwerkelijk iets aan te gaan doen. Kom ik op het punt van starters. Dat het CDA meer kansen voor starters wil op de woningmarkt? Ja, sorry de heer Rons, ik was iets te laat. Maar meneer Nijboer van de Partij van de Arbeid heeft een interruptie. Meneer Nijboer. Ja, over de out-of-the-box suggestie van het CDA. Want we weten natuurlijk allemaal dat de huurprijzen in Nederland ver uiteen liggen. Dus dat snap ik wel. Ja. Maar ik heb wel een zorg. Wilt u de huurbescherming in de regio, bent u ook bereid om die dan te verminderen? Want daar zou de PvdA geen voorstander van zijn. Meneer Rons. Nee, dat is niet de aanleiding van mijn vraag. De aanleiding van mijn vraag is, hoe kunnen wij woningbeleid passend laten zijn in de regio zoals de woonmarkt daar opereert? En ik zeg je, ik loop hier niet op vooruit dat we dit als CDA zouden willen. Maar ik zou het graag inzichtelijk hebben, zodat als je kunt zien dat het positieve effecten heeft, dan moeten we er misschien toch over na gaan denken of dat we dat wel of niet willen. Dus het is niet zo dat ik dat nu hier van de daken sta te roepen dat het die richting in moet. Maar ik zou dat inzicht graag hebben en dan kunnen we altijd met elkaar er eens over spreken. Meneer Nijboer? Ja, nee, maar ik begrijp, de woonprijzen zijn heel verschillend, de huurprijzen ook. Ja. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat je zegt, voor de Randstad moeten we het ophogen. We hebben gisteren nog een amendement, dus helaas tegengestemd om die van mevrouw Beckerman en mevrouw Voortman en mijzelf. Om die huurprijzen ook te toetsen, zijn die nog wel redelijk. Dus dat kan ik me voorstellen. Maar ik zou wel graag van het CDA horen dat het in ieder geval niet betekent dat je de bescherming in de regio afneemt hierdoor. Meneer Rommers. Dat is niet iets wat wij dat als onderbouwing voor deze vraag op tafel hebben liggen. Dus dat is niet onze insteek. Dan meneer Koerhuis van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde het CDA toch zeggen van meen ik te horen over een lagere liberalisatiegrens in de regio en een hogere in Amsterdam. Ik heb net het punt gemaakt over de NAG, dat ik graag één grens wil voor heel Nederland, omdat anders de regio gaat betalen aan de gekte op de huizenmarkt in Amsterdam. Stelt het CDA nu voor dat de regio gaat betalen aan die gekte daar? Meneer Rondes? Nee, ik stel voor, ik heb eigenlijk een vraag gesteld aan de minister, of dat we inzicht in die effecten kunnen krijgen. Dus ik stel niet voor dat we het een of het ander gaan doen. Wat ik graag zou zien is, welke effecten heeft dat? Dat heeft enerzijds een effect over het voorbeeld wat u noemt, maar het heeft ook een effect op de werking van de woningmarkt. En ik zou dat inzicht gewoon eens willen proberen op tafel te krijgen, zodat als we keuzes maken naar de toekomst, dat we dat wel overwogen doen. Meneer Koerhuis. Maar als eruit dat inzicht komt dat de regio moet meebetalen aan de gekte in Amsterdam, wat zegt u daar dan op? Dat is dus het laatste wat wij willen, dat de ene regio gaat bloeden voor de andere. Dat is dus niet wat we willen. Wat we willen is dat de woningmarktregio's ook gewoon echt zelfstandig kunnen gaan functioneren. En dat we daar waar de knelpunten zitten, dat we die met maatwerk oplossen. En dat kun je volgens mij ook alleen door er verschillend naar te kijken. En dit is een mogelijkheid om dat inzicht in elk geval te krijgen. Of dat er een knop is waar je aan kunt draaien. Mevrouw Beckerman van de SP wil daarop doorvragen. Mevrouw Beckerman. Voorzitter, eigenlijk op een ander punt. Gaat uw gang. Ah, gelukkig. Ja, ik hoorde u goede woorden spreken over het krapte. U zei, er worden te veel sociale huurwoningen verkocht. Maar ik lees nog even uw regeerakkoord. En staat, verkoop sociale huur ten volle benutten. Keert u daarop terug? Hoe moet ik uw uitspraken interpreteren? Meneer Rommers. Gelukkig bestaat het regeerakkoord uit meer dan die regels. Daar staat ook in dat we voldoende moeten bouwen voor zorgen dat er voldoende woningen voor de doelgroepen zijn. En op het moment dat blijkt dat de doelgroep groter is als de woningen die er zijn, dan zul je daarop moeten schakelen. Ja, verkoop van woningen en zeker in bepaalde gebieden kan dat iets toevoegen. Maar er zullen ook gebieden zijn waar dat juist niet is. Dus ik wil geen verbod op verkoop van huurwoningen. Dat is absoluut niet het geval. Maar ik wil wel dat we het op de plekken waar het pijn doet, dat je het daar niet doet. Mevrouw Beckerman. Dat is mooi. En op welke plek kunt u voorbeelden geven van plekken waar het nu dan niet pijn doet en waar je wel die sociale huurwoningen dan goed zou kunnen verkopen? Dus ik begrijp uit uw woorden dat u in ieder geval heel veel steden uitsluit. Ja. In de Randstad, maar ook in Groningen, Eindhoven. Daar zegt u, ja, daar moet je niet verkopen. Maar welke plekken, nou, er werd net al Gelderland van, welke plekken zou u dan wel willen verkopen? Nou. Kijk, daarvoor moet je dus naar die regionale woningvisie gaan kijken. Op het moment dat het zo is dat je woningen hebt waar heel veel eenpersoonshuishoudens in wonen, waarbij je ziet dat die woningen niet meer passen, dan besluit je om die woningen te verkopen en dan kijk je of dat je andere woningen kunt realiseren waar een eenpersoonshuishouden bijvoorbeeld in kan wonen.
Dus je moet echt kijken naar de lokale situatie, of dat je dat wel of niet doet. En daar kun je niet hier een uitspraak van je moet dit. Nee, je moet dat doen aan de hand van hoe de woningmarkt zich op dat moment op die plek ontwikkelt. Nog even kort aanvullend door mevrouw Beckerman. Ja, u stribbelt natuurlijk nu wel een beetje terug. U zegt, ja, dan moet je vanuit... U zegt, u moet je vanuit hier geen uitspraak over doen, maar u neemt daar wel een ronkende uitspraak over op in het regeerakkoord waar uw naam mede onder staat. Is dat dan niet heel onlogisch? Het is toch het een of het ander? Meneer Ronnes die rond hierop af en dan gaat hij verder met, ik meen de startersleningen, dat hij daar al over begonnen was. Meneer Ronnes. Nee, wat ik met mijn opmerking wil doen is dat ik de balans in die discussie terug wil brengen. Dat we op moeten letten dat je niet één lijn trekt voor heel Nederland. En als het gaat om het regeerakkoord... het verkopen van huurwoningen, ja, dat moet binnen die mogelijkheden moet dat nog steeds kunnen. Maar er moeten ook voldoende woningen zijn voor de doelgroepen. Dus dat moet wel met elkaar corresponderen. Meneer Ronders, gaat u verder. Dank u wel, dank u wel. Dat het CDA meer kansen voor starters wil op de woningmarkt is inmiddels wel duidelijk. Steeds meer jonge kopers in het hele land haken af door de hoge prijzen. Ze kunnen die niet betalen, terwijl oudere kopers vaak eigen geld kunnen inbrengen of de overwaarde van hun huis kunnen inzetten als zij een huis willen kopen. De kloof tussen jong en oud op de koopmarkt wordt dus groter. Wil de minister nog eens een keer bekijken welke mogelijkheden deze groep, met welke mogelijkheden deze groep geholpen kan worden? Ook doorstroming van sociale huurwoningen om ook doorstroming vanuit sociale huurwoningen te bevorderen. Enkele suggesties hebben we al eerder besproken. De NHG-premie, starterslening, specifieke hypotheeknormen voor starters of andere ideeën. Dan kom ik bij de markttoets. Voor omstandigheden waarin geen commerciële partij bereid is of in staat is om te investeren in middenhuurwoningen, komt de minister met voorstellen. Ze heeft aangegeven tijdens de begrotingsbehandeling dat dat in het voorjaar is. Staat die planning nog steeds en kunnen we dat ook daadwerkelijk verwachten in het voorjaar? Dan de inkomenstoets. Als iemand een woning krijgt toegewezen en na een half jaar met z'n tweeën woont, is het dan mogelijk om de inkomenstoets te gebruiken om de huur meteen in lijn te brengen met het gezinsinkomen. We zien dat in de praktijk nog wel, dat horen we nog wel eens, dat er een individueel persoon een huurwoning toegewezen krijgt tegen het op dat moment bekende salaris van die persoon. Vervolgens komt er na 2-3 maanden komt er iemand bij wonen en krijg je een nieuwe situatie. Wat wij zo graag zouden zien is dat die inkomenstoets dan ook gebruikt kan worden om het in lijn te brengen tot de personen die ook in die woning lopen. Ik krijg een seintje dat ik af moet gaan ronden. Het laatste is de verduurzaming. Ik kan er nog een heleboel over zeggen, maar dat lukt me nu niet. Ik denk dat we daar in een ander algemeen overleg op de verduurzaming nog eens terug moeten komen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Ronnes. Dan is nu het woord aan meneer Kops en hij spreekt namens de PVV. Meneer Kops. Dank u wel, voorzitter. Malafide huurmakelaars, daar wilde ik het in dit AO graag over hebben. Een huurmakelaar kan bemiddelen voor zowel een huurder als een verhuurder tegelijk. En in dat geval mogen er aan de huurder geen bemiddelingskosten worden doorberekend. Maar alleen aan de verhuurder. En dat is het zogenaamde verbod op dubbele bemiddelingskosten. Het mag niet volgens de wet. Het mag niet volgens een uitspraak van de Hoge Raad uit 2015. Maar het gebeurt toch. En de minister erkent dat. De NVM erkent het. De Woonbond erkent het. De ACM erkent het. En zelfs de verhuurmakelaars zelf, die de boel belazeren, erkennen dat gewoon. Maar toch gebeurt het, structureel. En eerder heeft de PVV hier al kamervragen over gesteld. Waarom gebeurt het? Ja, blijkbaar omdat het kan, omdat er niks tegen gedaan wordt. En als je als huurder bent benadeeld voor een bedrag van gemiddeld €300... is het dan wel de moeite om naar de rechter te stappen voor zo'n bedrag? Nee. Maar ja, dat rechtvaardigt deze kosten natuurlijk niet. Huurmakelaars rekenen bewust te weinig, zodat ze een gang naar de rechter niet hoeven vrezen, maar genoeg om er aan te kunnen verdienen. Wat vindt de minister hiervan? En via koepels als de NVM, de Woonbond, de ACM worden huurders over deze oplichtingspraktijken ingelicht en ook via rijksoverheid.nl. Maar toch is het allemaal te weinig en te makkelijk, te vrijblijvend. Want wat de minister moet doen is gewoon optreden. En niet alleen door de huurders in te lichten, maar vooral op te treden tegen de huurmakelaars die de regels aan hun laars lappen. In december 2017 heeft de minister ertoe opgeroepen foute makelaars te melden. Hoe staat het daar nu mee? Kan zij een update geven? Hoeveel makelaars zijn er ondertussen gemeld?
en hoeveel gedupeerde huurders hebben naar aanleiding daarvan hun geld teruggekregen. Ondertussen is de PVV zelf ook op onderzoek uitgegaan. En wij beschikken ondertussen over een hele waslijst van huurmakelaars die de regels aan hun laars lappen. Echt een complete waslijst is het. Dit zijn er al zo'n stuk of 100. Dus als de minister wil dat al die makelaars gemeld worden, nou, ik kan zeggen, hier zijn ze. En gemiddeld brengen zij zo'n €300 bij de huurders in rekening. En er zijn ook gewoon uitschieters naar €600, €700. En opvallend is, schokkend is, dat heel veel van de huurmakelaars dat niet eens stiekem doen. Maar gewoon open en bloot. Schaamteloos, ongegeneerd verkondigen ze dan op hun eigen websites bij hun advertenties dat ze bij de huurders contract, administratie of zelfs begeleidingskosten in rekening brengen. Is de minister hiervan op de hoogte? Weet zij op welke schaal deze oplichting voorkomt? In antwoord op schriftelijke vragen van de PVV staat geschreven dat de ACM in actie komt bij een stelselmatige overtreding. Nou, voorzitter, hoeveel stelselmatiger moet het allemaal nog worden dan nu al het geval is, wil de ACM iets gaan doen? Een eerder bij de ACM ingediend handhavingsverzoek van vorig jaar is bovendien afgewezen. Kan de minister hierop reageren? Wat vindt ze hiervan? Wij zijn benaderd door een verhuurmakelaar, 123 Wonen. En zij hebben verteld hoe het er in de wereld van de verhuurmakelaars zoal aan toe gaat. En zij zeggen zichzelf wel netjes aan de regels te houden. Dus los van het feit dat de huurders hier belazerd worden, betekent het ook nog eens een oneerlijke concurrentie voor bona fide huurmakelaars, zolang de malafide huurmakelaars niet worden aangepakt. Kan de minister hierop reageren? Ja, dan tot slot, voorzitter. De cruciale vraag is natuurlijk, wanneer gaat de minister nu heel concreet het verbod op dubbele bemiddelingskosten handhaven? Want nu is de wet niets anders dan gewoon een dode letter. En daar hebben we natuurlijk niets aan. En dan zijn, zoals altijd, de huurders de klos. Ik hoor het graag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kops. Dan is nu het woord aan mevrouw Van Ijs. En zij voert het woord namens de fractie van D66. Gaat uw gang, mevrouw Van Ijs. Dank u wel, voorzitter. We spreken vandaag over enorme opgaven. Er moeten ontzettend veel woningen bij, maar nog meer woningen moeten worden verduurzaamd en verbeterd in Nederland. Als eerste zou ik daarom ook graag beginnen met de belangrijke bouwopgaven voor de komende jaren. Mensen verdienen hun eigen thuis. En voor D66 staat voorop dat binnenstedelijk bouwen altijd voorrang heeft. Als er aan de rand van de stad moet worden gebouwd, dan moet er wat ons betreft aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het mag niet ten koste gaan van belangrijke natuur. Er moet ontsluiting zijn via hoogwaardig openbaar vervoer. Er moeten voldoende voorzieningen zijn en voldoende draagvlak voor die voorzieningen, zoals winkels en scholen. Het moet klimaatadaptief worden gebouwd. Niet op gas, nul op de meter, het opvangen van voldoende regenwater, het tegengaan van hittestress. En er moet voldoende groencompensatie voor zijn. We willen ook graag dat bij de business case die wordt gemaakt voor dit soort plannen, wordt gekeken naar de kosten van de infrastructuur. De kosten voor de infrastructuur komen anders geheel bij de samenleving terecht en dat vinden we niet terecht. Belangrijk is ook om te kijken naar de regionale samenhang. De makkelijkste oplossing op de korte termijn is vaak niet de beste oplossing op de lange termijn. Binnenstedelijke verdichting mag niet worden weggeconcurreerd door op het eerste gezicht goedkope uitbreiding in het buitengebied. Leidend moet zijn binnenstedelijk bouwen, bijvoorbeeld op oude industrieterreinen. De samenwerkingstafel middenhuur heeft hier ook voorstellen voor gedaan. Een van de voorstellen is een revolverend saneringsfonds. En de minister heeft hier ook al naar verwezen in de media en wij hebben hier vorige keer ook al naar gevraagd. D66 is daar een groot voorstander van. De belangrijkste meerkosten kunnen dan aangepakt worden en milieuvervuiling wordt opgeruimd en een doodsgebied in een stad bruist weer van het leven. Wij zien graag snel een uitwerking hiervan en overwegen een motie. Een ander punt is het versimpelen van de markttoets. Daar werd net ook al over gesproken. Edes, VNG en een ontwikkelaar zijn hier mee bezig. Ook op dit punt zien we graag snelheid. Mevrouw Van Ijs, meneer Nijboer van de Partij van de Arbeid heeft een interruptie. Ja, voorzitter, ik vond het wel een goede inbreng. Maar ik was wel benieuwd hoe D66 dan het pleidooi van de minister in de Telegraaf las. Van meer bouwen en groen. En ik proef hier toch gewoon eigenlijk een soort
hek en indamming van die voorstellen van de minister. En als ik de wethouders zo las uit Den Haag en Oostzaan, Zoeterwoude, die allemaal zeggen, ja, we hebben prachtige natuur en die gaan we niet volbouwen, dan hoor ik eigenlijk mevrouw Van Ijs een beetje die wethouders aan de kant van die wethouders staan. Klopt dat? Mevrouw Van Ijs. Zou ik toejuichen? Nou, ik denk wat ook wel geresoneerd heeft, is die enorme opgave die er ligt. En wat dat betreft ben ik blij om te horen van die verschillende wethouders en lokale bestuurders dat zij denken dat ze heel veel van die grote opgaven kunnen realiseren in de binnenstad. Dat is mooi om te horen. Aan de andere kant weten we ook dat veel van de plancapaciteit zacht is en nog niet gerealiseerd. Dus ik denk dat we moeten kijken naar de lokale oplossing. Als wethouders aangeven, wij denken dat we dat helemaal binnenstedelijk kunnen doen. En ook met alle eisen die daaraan bij komen kijken, dan denk ik dat dat mooi is. Meneer Nijboer. Ja, voorzitter, ik ben ook altijd wel graag blij met elkaar. Ja, dat is altijd mooi. Maar ik had niet echt het idee dat de wethouders heel blij waren met die oproep. Die zei eigenlijk, het wordt miskend wat hier nodig is. Want als wij een minister hebben die zegt, bouw al het groen maar vol. Ja, daar komt er van de binnenstedelijke niks meer terecht, want dat is moeilijker. En die projectontwikkelaars zetten liever een weiland vol met huizen. Het is duurder, het is ingewikkelder, het vergt meer afstemming. Terwijl D66 dat toch zo graag wil, en ik met D66. En die wethouders, ik heb hier die reacties op de NOS-site. U heeft ze ongetwijfeld gezien, want u bereidt het debat ook goed voor. Nou, die zijn niet geweldig, minister, wat een goed idee. Mevrouw Van Ijs. Ik denk dat de minister ook heeft aangegeven dat ze ook binnenstedelijk zou willen bouwen, maar dat zij ziet dat de bouwopgave zo enorm is en dat ze zich daarbij ook, denk ik, wil aangeven dat er hele grote urgentie is om ook te zorgen dat er uiteindelijk voldoende woningen worden gebouwd. Er werd net ook al aan de plancapaciteit wederom gerefereerd. Ik denk, ja, als we dat allemaal mooie, harde plancapaciteit krijgen in de binnensteden, dan moeten we dat vooral doen. Maar ik denk dat er gewoon echt een hele grote opgave ligt. En als het gaat over stadsranden, dan kunnen we daar best wel naar kijken onder voorwaarden om te kijken of we daar niet een mooie inpassing kunnen realiseren. Maar wat ons betreft kijken we eerst naar de binnenstad. Dan heeft de heer Koerhuis ook nog een interruptie van de VVD. Meneer Koerhuis. Ja, ik weet niet of ik het goed hoorde, maar deed D66 nou het voorstel om woningbouw mee te laten betalen aan infrastructuur? Als dat zo is, dan zou D66 dan de garantie kunnen geven dat in ieder geval niet kopers die rekening gaan betalen. Vooral in de steden betalen die al veel te veel voor de grond. En als ik dan een suggestie mag doen, de grondkortingen gaan naar corporaties, zullen we daar dan die rekening neerleggen? Mevrouw Van Ijs. Nou, wat we hebben willen aangeven is dat als je zorgt voor, als je dus kiest voor een nieuw gebied, om een nieuw gebied te gaan ontwikkelen en daar infrastructuur te leggen, dan betekent dat ook wel best wel hoge kosten voor het aanleggen van dat soort infrastructuur. Daar zou je naar moeten kijken hoe je die wil verdelen. En ik vind als ontwikkelaars mooie winsten kunnen draaien, dat je ook met hun zou kunnen kijken of ze niet een deel kunnen bijdragen aan de infrastructuur. Dat was de vraag. Meneer Koerhuis. Ja, daar dan graag de opmerking bij dat die winsten uitsluitend gedragen worden door kopers. En dat ik niet wil dat die nog meer aan die winsten gaan bijdragen. Dank je wel. Ik heb daar geen vraag in gehoord, dus dan ga ik meteen door naar de interruptie van meneer Rondes van het CDA. Ja, een vraag aan mevrouw Van Ijs van D66. Zij geeft het nou aan dat ze mee wil laten betalen. De huidige regelgeving voorziet erin dat gemeenten die een plan ontwikkelen, dat zij via een entrieure overeenkomst kosten kunnen verhalen op infrastructurele ontwikkelingen die nodig zijn om het plan te ontwikkelen. Wilt u dit nu gaan verplichten? Want het is nog steeds een keuze. Lokaal kan men gewoon die keuze maken, dus de mogelijkheid is er al. Wat wilt u nu daar een verplichting in gaan leggen? Of wat wilt u precies? Dat is mij niet helder. Mevrouw Van Ijs. U kent mij als iemand die de lokale afwegingsruimte zeer koestert. Dus ik zou ook niet meteen willen zeggen dat moeten wij vanuit Den Haag verplichten. Het enige wat we vragen is, als je gaat kijken naar wil ik je binnenstedelijk iets ontwikkelen of wil ik aan de rand van de stad iets ontwikkelen, dat je dat soort kosten ook zou moeten meenemen of mee afwegen in de business case. Dat er in de stad al veel voorzieningen zijn, zoals vervoer en zoals andere, gezondheidscentra. Dat soort zaken die zijn er vaak in de business al. En dat zou je eerlijk moeten afwegen met elkaar. Meneer Rondes? Ja, ik denk dat die mogelijkheden er al lokaal zijn. Maar goed, ik hoor het graag ook straks uit de mond van de minister of dat er nog aanvullingen mogelijk zijn die iets toevoegen. Dan vervolgt mevrouw Van Ijs haar betoog. Dan moet ik even denken waar ik was gebleven, maar volgens mij was ik bij het saneringsfonds gebleven. Een saneringsfonds om te kijken hoe je vervuilde grond kan opruimen en daardoor de kosten wat kan drukken van nieuwe ontwikkelingen op oude industriegebieden. En we zien dus graag een uitwerking hiervan.
Het versimpelen van de markttoets. Volgens mij had ik die ook al genoemd. Maar Edis VNG en ontwikkelaar inderdaad mee bezig. Iets wat er net ook werd genoemd en waarvan we nu weten dat het misschien toch iets te ingewikkeld in elkaar steekt. Daarvan zien we ook graag snel een verdere uitwerking om die te versimpelen. Ook wil ik het graag hebben over maatwerk bij hypotheekverstrekking. De explain-bepaling wordt nu weinig gebruikt en het is goed dat de minister daar nu met de maatwerktafel meer werk van maakt. Maar wij zien ook mogelijkheden, en dat is ook een vraag van ons, in de huurwaardering. Dus als je een aantal jaren huurt en een bepaalde hoogte huur hebt betaald, dat daar ook naar gekeken wordt als je een hypotheek aanvraagt. Bijvoorbeeld iemand die al 5 jaar een huis huurt voor 800 euro, een huis van bijna 2 ton, maar qua hypotheeklast maar uitkomt op 500 euro per maand en dus een huis van 125.000 euro. En dus het verschil tussen wel en geen huis kunnen kopen. En mensen die een huis kunnen kopen bouwen ook vermogen op. Daarom denken we dat op dit punt onderzoek nodig is. Vraag ons af, wat zouden de gevolgen zijn als je dat mee gaat wegen? Stijgen daardoor bijvoorbeeld de prijzen? Is de minister bereid om te kijken naar de mogelijkheid, deze mogelijkheid? In haar brief geeft de minister ook aan dat dus alle kosten worden meegenomen, onderhoud, belasting, dit tot vergelijkbare kosten leidt. En de minister heeft gevraagd aan het Nibud om dit nader toe te lichten. En we vroegen ons af of wij die nadere toelichting van het Nibud als Kamer ook zouden kunnen ontvangen. Ook voor wat betreft de verduurzaming is er nog een lange weg te gaan. Kopers moeten beter worden geïnformeerd bij het aangaan van een hypotheek over de mogelijkheden voor het meefinancieren van energetische verbeteringen. Immers, dit is ook beter voor de hypotheekverstrekker, die kan een hogere hypotheek rekenen. Beter voor de woningeigenaar, die hogere woningwaarde en lagere lasten overhoudt. En beter voor de samenleving als geheel. Dus we horen ook graag wat de minister daar wellicht nog aan kan doen. In de staat van de volkshuisvesting lezen we dat de investeringsruimte voor woningcorporaties nog steeds heel wisselend is. Sommige corporaties hebben een kleine opgave en een grote investeringscapaciteit en andersom. We hebben eerder de motie Ronnes van IJs aangenomen gekregen. Die ging over de meerkosten of de meeropbrengsten moet ik zeggen voor de verhuurdersheffing vanwege de WOZ-stijging. En we vragen ons af of de minister daar al iets over kan vertellen. Kan deze middelen kunnen die bijvoorbeeld worden ingezet voor een gerichte korting op de verhuurdersheffing of op een fonds voor de verduurzaming? Dan als laatste punt, voorzitter, wil ik het nog hebben over studentenkamers. Ons was opgevallen dat de huren voor studentenkamers sneller zijn gestegen dan die voor andere huurwoningen. En we vragen ons af, hoe zorgen we voor voldoende betaalbare studentenkamers? En een ander punt dat ons opviel was dat er nu vaak wordt ingezet op zelfstandige woonruimte. Maar onzelfstandige woonruimtes, daar wordt minder op ingezet. Deze zijn goedkoper voor de student en goedkoper voor de samenleving. Wordt er ook gekeken naar de verhouding tussen zelfstandige en onzelfstandige woonruimtes in het nieuwe actieplan voor studentenhuisvesting? Tot zover, voorzitter. Dank u wel, mevrouw Van IJs. Dan is nu het woord aan mevrouw Beckerman van de SP. Mevrouw Beckerman. Ja, dank u wel, voorzitter. De woningnood in grote delen van het land neemt toe. En vooral mensen met een laag en middeninkomen komen in de knel. Wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn vaak veel te lang. En omdat de regering ook nog steeds stuurt op verkoop, wordt de wachttijd alleen maar langer. Mensen met een laag tot gemiddeld inkomen staan soms 10 jaar op een wachtlijst. En ook de schaarste aan gemiddelde huren is groot. Leraren, verpleegkundige ambtenaren hebben een gemiddeld inkomen. En zij mogen van deze en voorgaande regeringen de meeste sociale huurwoningen niet in. Terwijl koop heel vaak niet haalbaar is. Particuliere huisverhuurders profiteren van de ruimte die het Rijk geeft. Zij kunnen op plekken met een woningtekort rijk worden over de ruggen van huurders. Ik wilde beginnen met een stukje over bouwen. En hoewel er meer wordt gebouwd in de jaren tot 2020, desondanks loopt het in die jaren een grotere spanning op de woningmarkt op. De bouw van betaalbare woningen in grote delen van Nederland stokt. In sommige regio's wordt de helft van de plannen voor sociale huurwoningen maar gerealiseerd. En een van de redenen is dat gemeentes een te hoge prijs vragen voor hun grond. Corporaties kunnen dat niet betalen omdat zij lage huren innen. En de vraag naar woningen stijgt rap en de productie stokt. Terwijl u de corporaties wel een belasting oplegt van bijna 2 miljard euro. In sommige delen van het land is dat meer dan 1 maand huur. En ja, die kan dus niet worden gebruikt voor woningbouw of renovatie. Erkent de minister dat het tijd is om meer regie te nemen? Wil zij komen met een nationaal bouwprogramma, ook voor betaalbare huurwoningen? En het kan juist voor die woningen gerealiseerd worden als de belasting voor de corporaties geschrapt wordt, de verhuurderheffing, en gebruikt wordt als een plicht om te investeren.
En ja, middenhuur is al even aan de orde geweest. Gisteren was natuurlijk de uitslag van de tafel van Van Gijssel. We hebben gevraagd om een apart debat. Maar ook de heer Van Gijssel beseft, blijkt uit zijn rapport over middenhuur, dat de markt in schaarste gebieden de huurprijzen nu niet beschermt. En hij spreekt daarom over een noodknop. Lagere vrije sectorhuur, tijdelijk en onder voorwaarden. En ja, we zien daar zeker ook nadelen aan, maar ook zeker voordelen. Het kan een kans bieden, hoe beperkt ook en mits goed uitgewerkt. En we hebben een paar vragen. Wil de minister deze optie, dus lage vrije sectorhuur, zoals voorgesteld door Van Gijssel, omarmen? Kiest zij voor betaalbare huur of voor de belangen van de verhuurder? Is de minister bereid om te kijken of de grens van beschermde huur door middel van puntentelling kan worden verhoogd naar 1000 euro? En ja, wij pleiten als SP natuurlijk al langer voor om de harde inkomensgrens van 36.798 euro per jaar voor toegang tot sociale huur te schrappen. Juist omdat dit heel veel mensen in de knel brengt. Is de minister bereid om dat te doen? Meneer Koerhuis wil zo graag. Ik zat ook al te kijken, maar hij wil niet, vooralsnog. Gaat u verder, mevrouw Beckerman? Misschien wil meneer Koerhuis straks wel. Oké, nou ja, goed. Ik denk, leuk debat, maar hij durft nog niet, denk ik. De Rotterdamwet. In 2006 werd de Rotterdamwet ingevoerd om probleemwijken aan te pakken. De wet faalt, helaas. Het aandeel bewoners onder de armoedegrens in wijken die onder de wet vallen groeit. En in al deze wijken neemt het aantal inbraken, diefstallen en geweldsincidenten toe. Voor bestuurders is die Rotterdamwet een goedkope manier om kiezers te laten zien dat ze de probleemwijken aanpakken, maar de aanpak werkt niet. Voorzitter, is het geen tijd om ook hier knopen door te hakken. Stop met de Rotterdamwet en zorg voor echt goede wijken. De SP wil graag 4 voorstellen doen. Zorg nou voor een goede leefbare buurt met ogen en oren in de wijk. Met buurtmeesters bij corporaties, maar ook voor voldoende politie. 2. Ja, bouw die verhuurderheffing. Kwam net ook al even om in de investeringsplicht, zodat er voldoende betaalbare woningen kunnen worden gebouwd en er in een buurt geïnvesteerd kan worden. Het kan ook met een landelijk buurtverbeteringsfonds. De derde punt is eigenlijk, voorkom en bestrijd ook die tweedeling. Investeer nou in gemengde wijken. Bouw gemengd, zodat wijken en scholen gemengd worden. En 4 is, criminaliteit moet wat ons betreft echt gestraft worden via de rechter en niet via gemeente of een woningbouwcorporatie. Graag een reactie. Mijn laatste punt is kort. En dat gaat over Airbnb. Zit ik er al overheen? Maar nu wil meneer Koerhuis wel interrumperen. Helemaal aan het eind gaat meneer Koerhuis weer interrumperen. Dus eerst Airbnb. Airbnb, heel kort. Kijk, Europese steden die problemen ondervinden van Airbnb, die willen afdwingbare regels voor platforms van vakantieverhuur. Ze doen een gezamenlijke oproep, gezamenlijke hoofdsteden hebben dat gedaan, aan de Europese Commissie om tot Europese criteria voor vakantieverhuur te komen. De belangrijkste is dat ze willen dat de adresgegevens van verhuurders beschikbaar komen. Minister, ik wil zo graag willen weten of u hen de oproep van de steden gaat volgen. Nu dan, meneer Koerhuis. Ik ben de voorzitter, hè? Meneer Koerhuis, aan u, een interruptie. Ja, ik hoorde verhuurdersheffing vragen. Volgens mij hoorde ik de SP daarbij zeggen dat dat 1 maand huur is bij corporaties. Mag ik dan terugvragen, voordat we daar iets mee gaan doen, zullen we dan eerst eens kijken naar de winst van corporaties? Want die is 3 keer zo hoog. En dat zijn dus 3 maand huren die de winst ingaan. Mevrouw Beckerman. Ja, meneer Koerhuis, dan bewijst u eigenlijk dat het systeem van sociale verhuur heel goed kan werken. En dat vind ik nou juist het punt. Kijk, het mooie aan sociale verhuur, als je het goed uitvoert, want wij waren natuurlijk de eerste met kritiek op wat corporaties hebben gedaan in het verleden. Maar het mooie is dat je nou eigenlijk een heel traditioneel, we noemen dat tegenwoordig een revolverend fonds, maar dat bestaat dus al 100 jaar. Vroeger mensen die gezamenlijk zo'n corporatie oprichten of gemeentes die dat deden, prachtige huizen en wijken bouwden. Een normale huur voor vroeger. En ook nog eens keer zorgden dat ze geld hadden voor het opknappen en voor de toekomst van nieuwe wijken, gemengde wijken. Sociale huur was niet altijd bedoeld voor de allerlaagste inkomens, maar heel vaak gemengd. Heel vaak voor mensen met een laag en middeninkomen, zodat je geen segregatie krijgt, zodat je gemengde wijken krijgt, zodat jongeren opgroeien in een goede buurt met verschillende voorbeelden. En ja, u bewijst eigenlijk dat dat systeem heel goed werkt en kan werken.
En wij pleiten er ook voor. Ik heb u al vaker van de hand gedaan, bijvoorbeeld het voorbeeld van een stad als Wenen, waar je met 80% van de inkomens, of je nou veel of weinig verdient, je mag in een corporatiewoning wonen. Dat werkt geweldig. Het is goed voor de huurders en goed voor de samenleving, omdat wijken heel erg gemengd zijn en voor iedereen plek is. Dus ja, u bewijst eigenlijk dat het systeem werkt. Waarom wilt u het dan kapot maken? Meneer Koerhuis. Wenen is niet te vergelijken met Nederland. Wat ik wel terug zou willen zeggen, als sociale huur en regulering de oplossing zou zijn, ik heb het al vaker gezegd, dan zou Amsterdam, een van de meest gereguleerde en hoogste percentages sociale huur van Nederland, toch de best functionerende woningmarkt moeten hebben. Met de laagste huren en de kortste wachtlijsten. Dat is niet zo. Dus ik denk dus niet dat daar de oplossing ligt. Ja, voorzitter. Ik denk dat felicitaties aan Amsterdam op zijn plek zijn wat betreft hoeveel ze nu zelf bouwen. Ik haalde net al een artikel aan uit de Telegraaf dat heel veel gemeentes op dit moment de helft van de doelen die ze zichzelf stellen wat betreft bouw niet halen. Maar daarbij één uitzondering werd genoemd en dat was Amsterdam die geweldig bouwt. Maar Amsterdam vraagt ook om hulp. Amsterdam heeft al heel vaak aan de regering gevraagd. Help ons, want heel veel problemen kunnen we zelf niet aan. En regering op regering heeft gezegd, ja, wij kijken weg van die problemen. En ik denk dat het goed is dat ook het Rijk daar zijn taak neemt. Voorkom bijvoorbeeld dat er heel veel, ik vroeg net om Airbnb, dat zal ik niet herhalen. Maar ook voor buy to let, dat zorgt dat de prijzen opgedreven worden, dat zorgt voor problemen. Ik zou toch nu wel willen afronden, want anders lijkt het weer een nieuw betoog te worden. Dus ik ga door naar de volgende spreker, dat is meneer Nijboer. Hij voert het woord namens de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister dacht vast, we hebben een groot debat met de Kamer over wonen, dus ik moet maar eens even nieuws maken. En de crisis is voorbij, dus ik noem het niet meer crisis- en herstelwet, maar de herstel- en bouwwet. En dus alle... En die kondig ik aan in de Telegraaf. En er is alle reden om grootse maatregelen op de woningmarkt aan te kondigen. Want het zijn grote problemen. Er zijn te weinig huizen, de betaalbaarheid staat onder druk en ze moeten verduurzaamd worden. De vraag is wel of deze herstel- en bouwwet daar nou het antwoord op is. En de PvdA denkt van niet. De VVD kijkt ronkend toe, maar Maxime Verhagen knikt tevreden. Maar gemeenten, Den Haag, Zoeterwoude, Ozaan, ik noemde al... reageerden verontwaardigd en zeggen, ja, we hebben nog zoveel problemen om juist al die leegstaande winkelpanden, die industrieterreinen te gebruiken. En als de minister de rode lopen voor die bouwers uitlegt, dan komt daar niks van terecht. En ook D66 fluit zojuist de minister zachtjes terug. En dat is denk ik terecht, voorzitter. Want het geeft geen antwoord op de kern van de problemen. Te weinig huizen, te weinig betaalbare huizen en verduurzaming die nodig is. En op die drie thema's zou ik graag een reactie van de minister willen horen. Allereerst te weinig huizen. Er is een mooi rapport verschenen deze week over woningcorporaties die ook betaalbare huizen niet alleen maar onder de huurtoeslaggrens zouden moeten bouwen, maar ook daartussenin. De PvdA-fractie zag zeer groot voorstander van. En ik vraag de minister daar ook op te reageren. Maar wat het kabinet doet, is een extra renteaftrekbeperking op woningcorporaties uitstorten van 400 miljoen. Dus hoe kun je... zeggen dat je meer woningen wil, middenhuur, hè, VVD heeft het zo'n beetje aan het begin, eind en ertussenin ook altijd over in een debat. Hoe kun je nou verwachten dat dat meer komt als je er 400 miljoen bezuiniging, heffing tegenaan zet? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou extra tot extra woningbouw leiden? Te weinig betaalbare huizen, voorzitter. Dat is het tweede punt. Betaalbaarheid staat onder druk. Verschillende sprekers zeiden het ook. Collega Beckerman schetste ook jarenlang wachten en dan ook nog de hoofdprijs vragen. Ik vind het erg jammer dat het amendement van mevrouw Voortman en mevrouw Beckerman en mijzelf is verworpen deze week. Die ook huurders die net boven de 700 euro huren eigenlijk niet meer de rechten geeft om naar de huurcommissie te gaan en ook de normale huur af te dwingen. Maar ook de bezuiniging op de huurtoeslag is ook precies de verkeerde kant waar de regering voor kiest. En we hebben een brief gekregen... En daar wil ik graag nog even naar vragen, waarin de regering zegt, dat gaat om 25 euro per jaar voor huurders, die bezuiniging op de huurtoeslag. In deze tijd, het gaat allemaal beter, maar er wordt expres gekozen voor een bezuiniging. Maar betekent dat dat het na 4 jaar 100 euro is en na 10 jaar 250 euro, vraag ik de minister. En dan heb je het toch over groot geld. En drie, voorzitter, de verduurzaming. Daar is 100 miljoen voor uitgetrokken. Daar kun je
een paar gloeilampen vervangen door ledlampen. Of je kunt met een paar huizen kun je beginnen, maar dat is natuurlijk geen bedrag ten opzichte van de meer dan 2 miljoen sociale huurwoningen die in Nederland staan. Dus hoe kun je nou met 100 miljoen, hè? Hoe kun je daar nou die huizen mee verduurzamen? Wat is daar nou het antwoord van de minister op? Dat zijn echt de hoofdpunten waar ik had gehoopt van de regering. Betaalbaarheid, meer vooral sociale huurwoningen en betaalbare huurwoningen en verduurzaming. Daar zou ik graag nu dan in het debat wat over horen. Voorzitter, ik heb ook iets mij opgevallen bij de werkbezoeken de laatste tijd. En het gaat over diverse woonwijken. En als je nu ziet wat de toewijzing doet, lokaal, en dat is niet alleen in steden, niet in Den Haag was ik, eergisteren was ik daar nog op bezoek, maar ook bijvoorbeeld in de Alblasserwaard, gewoon bij dorpen, dat eigenlijk 1/3 tot 40% van de toewijzing van zeg maar de laagste huren, huizen met de laagste huren, gaat naar mensen die problemen hebben of problemen kunnen hebben. Sociale problemen hebben, psychiatrische problemen hebben, asielachtergrond hebben, en dat gaat vaak ook samen met sociale problematiek. En mijn vraag aan de minister is, en dat komt door een passend toewijzen voor de technici, maar mijn vraag aan de minister is, als je structureel dat doet, en je doet in wijken, in straten waar de inkomens laag zijn, waar toch al vaak zorgen zijn over werkloosheid, als je daar structureel 1/3 van de vrijkomende woningen aan deze groepen die echt extra aandacht nodig hebben, ook zorg vaak nodig hebben, doet, wat voor wijken krijg je dan? Gaat dat niet helemaal mis? Voorzitter, tot slot 2 punten. De nationale hypotheekgarantie. Ik denk dat het terecht is dat partijen zeggen van ja, die is eigenlijk in sommige gebieden van Nederland niks, heel weinig meer waard. Want je kunt er bijna geen huis meer voor kopen. Dus ik kan me best voorstellen dat die wat verhoogt. Maar ik ben er wel, een van de weinige punten op wonen waar ik met de heer Koerhuis eens ben, ik ben er niet voor om dat in de regio dan een beetje te beperken. Dat vind ik zo, ja, dat vind ik zo van de regen in de drup helpen. Dus als je het zou doen, zou je het wel nationaal moeten verhogen. Hoe kijkt de minister daar tegenaan? En tot slot, voorzitter, de heer Kops had 1 punt. Maar wel een terecht punt. Die huurcourtages, dat is eigenlijk schandelijk dat het nog gebeurt. Ik heb er ook wel eens Kamervragen over gesteld. En ik sluit me wat dat betreft volledig aan bij zijn inbreng. En ik kan voor deze keer ook de volledige inbreng van de PVV ondersteunen. Want het was zijn enige en hoofdpunt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nijboer. Dan draag ik het voorzitterschap even over naar meneer Ronnes. Zodat ik zelf ook het woord kan voeren. Het woord is aan mevrouw Voortman. Dank u wel, voorzitter. Iedereen zal het ermee eens zijn dat er forse maatregelen nodig zijn om de woningmarkt weer voor iedereen toegankelijk te maken. De regionale verschillen zijn groot, maar bijna overal zijn er problemen die om een oplossing vragen. Bij het wetgevingsoverleg in december hebben we hier al met elkaar over gesproken, maar vandaag hoop ik dat wij een volgende stap op kunnen zetten op weg naar het bieden van concrete oplossingen. De cijfers die wij vandaag bespreken zijn van een tijdje geleden en zijn dus eigenlijk alweer achterhaald. Maar als we naar de trend kijken, kunnen wij niet anders dan constateren dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, en in sommige sectoren juist niet zijn genomen, de krapte op de woningmarkt eerder versterkt dan opgelost hebben. Er is geen regulering in de geliberaliseerde huurmarkt en overregulering in de sociale huurmarkt. En dat zorgt voor onwenselijke situaties zoals wij onlangs in de Utrechtse wijk Kanaleiland zagen. Corporaties hebben niet de mogelijkheden om sociale huurwoningen op te knappen en dragen de woningen bijna voor niets over aan schimmige beleggers die er vervolgens met de winst vandoor gaan. De huurder is uiteindelijk de dupe, want die wordt geconfronteerd met een veel te dure woning en slecht onderhoud. Ik vrees dat deze situatie geen incident is. Kan de minister aangeven of zij vermoedt dat er meer van dit soort situaties zijn en wat zij kan doen om dergelijke constructies tegen te gaan? Voorzitter, de overheid heeft steeds meer afstand genomen en vooral verhuurders in de geliberaliseerde huursector die worden daar beter van. En wat GroenLinks betreft moet deze trend worden gekeerd. Wat ons betreft gaat de overheid haar rol weer actief oppakken. Onze grondwetgever heeft het bevorderen van voldoende woongelegenheid niet voor niets tot overheidstaak in de grondwet opgenomen. Ik hoor graag van de minister of zij het met GroenLinks eens is dat de overheid zich actiever moet gaan bezighouden met het realiseren van voldoende en betaalbare woningen. Voorzitter, we zien een tekort aan zowel huur- als koopwoningen. De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn lang. De doorstroming vanuit de sociale huursector naar het middensegment en naar goedkopere koopwoningen staat vrijwel stil. En de prijzen van koopwoningen blijven maar stijgen. En voor veel starters is een hypotheek moeilijk te krijgen. De minister heeft tijdens het wetgevingsoverleg erkend dat er veel moet gebeuren. En dat is een goed begin, maar ik wil het ook hebben over de daden.
Gisteren konden wij het eerste concrete plan van de minister lezen. Maar dat was helaas niet echt een plan waar wij gelukkig van werden. Want de minister wil namelijk meer bouwen in het groen. Klopt dat of is de minister verkeerd begrepen door de krant, zo vraag ik haar. Voorzitter, de woningmarkt schreeuwt om effectieve maatregelen. Wat moet er wat GroenLinks betreft op korte termijn gebeuren? Er moet allereerst meer gebouwd worden. En dat betekent dat er vooral binnenstedelijk voldoende locaties moeten worden aangewezen om te bouwen. En vooral te bouwen voor lage en middeninkomens. En ik zeg met nadruk binnenstedelijk, omdat mensen zo dicht mogelijk bij hun werk willen wonen en dus niet de stad uitgejaagd moeten worden. En daarnaast willen we, zoals gezegd, ook het weinige groen rondom de steden niet volgebouwd hebben. Graag hoor ik van de minister hoe het staat met de binnenstedelijke bouwmogelijkheden en welke belemmeringen zij ziet. Ten tweede, het middenhuursegment moet worden gereguleerd, zodat mensen gemakkelijker vanuit de sociaal huurwoning kunnen doorstromen. En met reguleren bedoelen we dat de overheid paal en perk stelt aan ongebreidelde huurverhogingen en dat er een volwaardige huurbescherming komt voor mensen die in deze huurwoningen wonen. Er moeten landelijke regels met lokaal maatwerk komen voor huurwoningen in de vrije sector. En ik hoor graag van de minister hoe zij aankijkt tegen de problemen. Begin deze week is het rapport van Gijzel gepubliceerd en in dat rapport wordt ook aangegeven dat meer regulering noodzakelijk is. Graag een reactie van de minister, want we hebben hier te lang vertrouwd op de markt. En voorzitter, ten derde moeten er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen. Ook moet er gekeken worden naar de inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Op dit moment is die grens ruim 36.000 euro. Maar die grens wordt niet overal in Europa op dezelfde manier toegepast. En Nederland past deze grens gewoon nogal streng toe. Terwijl in sommige andere landen niet alleen naar het inkomen, maar ook naar de gezinssamenstelling wordt gekeken. Wat ons betreft is 36.000 euro echt aan de lage kant. We hebben het dan echt niet over mensen met een enorm hoog inkomen. Graag hoor ik van de minister of zij het met GroenLinks eens is dat er op deze punten stappen moeten worden gezet en op welke terreinen wij plannen kunnen verwachten, zodat we ook wat... Want we kunnen hier echt niet nog een hele tijd doorgaan met het handhaven van de status quo. Het roer moet hier echt op om. Ook op het gebied van verduurzamen van de woningmarkt moeten forse stappen worden gezet. En dat betekent concreet corporaties meer mogelijkheden geven om te investeren in verduurzaming. Door de hoogte van de verhuurdersheffing zijn de mogelijkheden nu niet voldoende. En ook gebouwgebonden financiering. Hierdoor wordt er meer geïnvesteerd in het energiezuinig maken van woningen. In een interview met de minister lazen wij dat zij wil dat woningen duurzamer worden. Hoe wil zij dit concreet gaan bewerkstelligen? En dan, voorzitter, nog enkele punten die voor GroenLinks van belang zijn. Nog steeds is er onvoldoende studentenhuisvesting in de studentensteden. Ook moet de aansluiting tussen regulering van studentenhuisvesting en die van het middenhuursegment goed op elkaar aansluiten. Eerder is een motie van GroenLinks en de SP aangenomen om met een actieplan te komen. Wanneer kunnen we dat verwachten? En steeds meer mensen willen meer zeggenschap en zelf de regie nemen op de woningmarkt. Bij het WGO hebben wij met de minister gesproken over wooncoöperaties en het initiatiefrecht voor huurders. Ik ben benieuwd welke concrete voorstellen van het kabinet wij op dat punt kunnen verwachten. En dan de toegankelijkheid van de woningmarkt voor mensen met een beperking. In het VN-verdrag staat het recht op independent living, op zelfstandig wonen beschreven. Ik zou graag van de minister willen horen hoe wij dat begrip handen en voeten gaan geven. Wat ons betreft zou het een goed idee zijn als in alle plannen op het gebied van wonen dat begrip terugkomt, zodat we ook kunnen zien hoe we stappen kunnen zetten op het daadwerkelijk toegankelijk maken, het daadwerkelijk inclusief maken van de woningmarkt voor mensen met allerlei soorten beperkingen. Graag een reactie daarop. En tot slot, voorzitter, zou ik mij willen aansluiten bij de heer Ronnes voor wat betreft de startersleningen, bij de heer Nijboer voor wat betreft de Nationale Hypotheekgarantie. Dank u wel, voorzitter. Ik dank u wel. Ik zit even met een dilemma, want ik had eigenlijk een interruptie willen plegen. Maar ook al ben ik voorzitter, die interruptie toch doen. U zegt heel overtuigend van, nou, wij vinden eerst dat we binnenstedelijk de oplossing moeten zoeken. Mm-hmm. Ik ben met u eens, zuinig ruimtelijk gebruik, dat moeten we nastreven. Maar als nu blijkt dat je op sommige punten, in sommige steden, de oplossing niet binnenstedelijk kunt vinden, zegt u dan, nou, dan moet er maar niet gebouwd worden? Of wat zegt u dan? Nee, wat ik dan zeg is, als dat echt blijkt, dan vind ik dat je ook mag kijken naar andere locaties. Maar zover zijn wij nog lang niet. Ik denk dat het eerst goed is om te kijken naar allerlei oplossingen binnen de stad. Want ik gaf al aan, mensen werken ook in de stad. Op het moment dat we zouden zeggen, we laten mensen buiten de stad wonen, heeft dat ook weer allerlei gevolgen voor de mobiliteit. En dat kunnen steden gewoon niet aan.
Dus ook vanuit het belang van de mobiliteit is het belangrijk binnenstedelijk. Maar echt daar eerst kijken en pas als het echt niet anders kan, dan kun je wat anders zeggen. Maar ik vind het nu nog te gemakkelijk om te zeggen, nou doe ik maar aan de rand, want dan weet ik wat er gebeurt. Dan gaan die bouwers achterover leunen en dan wordt er alleen nog buitenstedelijk gebouwd. Dank voor uw antwoord en ik wil u graag het woord teruggeven als voorzitter. Dank u wel, meneer Ronnes. Dan kijk ik eventjes naar de minister. Overleg ik even met... Om 16:45 gaan we verder met de vergadering.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de eerste termijn van de zijde van de minister. En ik geef het woord aan de minister van Binnenlandse Zaken. Gaat de gang. Dank u wel, voorzitter. Er zijn veel vragen gesteld. Ik dacht dat het handig was om gewoon even af te trappen met een paar algemene punten. En vervolgens het te ordenen langs de volgende lijnen. Eerst een vraag over aanbod. Dan koop. Dan huur / middenhuur. Dus sociaal en middenhuur. En dan de laatste onvermijdelijke categorie overig. En daar zitten dan vragen over duurzaamheid, vakantieverhuur, statushouders, doelgroepen. Hè? Dus dat is een beetje een restcategorie. Dus, maar omdat er veel vragen zijn gesteld, dacht ik dat het goed was dat ik deze ordening even aangeef, zodat ik niet de woordvoerders één voor één langsloop. Maar ik hoop wel daarmee alle vragen te beantwoorden, anders hoor ik het. Nou, we hebben denk ik allemaal gezien, en dat wordt ook gestaafd door de nieuwe cijfers waar we over beschikken, dat de groeiende economie, de lage rente, doorwerkt in de woningmarkt. Dus het aantal verkopen is natuurlijk enorm gestegen vergeleken met de crisisjaren. Zelfs een beetje boven het niveau van voor de crisis uitgekomen. Dat heeft natuurlijk tot prijsstijgingen tot gevolg, vooral in de stedelijke gebieden. Er zijn natuurlijk grote regionale verschillen. Dat is wel iets wat we ons volgens mij steeds moeten realiseren. En de woningbehoefte die groeit gewoon sterker dan het aantal woningen dat jaarlijks wordt gebouwd. We zien ook dat het aantal inwoners van Nederland stijgt. Maar het aantal huishoudens van Nederland, dat stijgt sterker. Hè, dus die verandert gewoon, die samenstelling van die huishoudens. Er komen dus meer huishoudens bij dan het inwoneraantal groeit. En daar moet die woningbouw zich aan gaan aanpassen. Dus ik vind het echt heel belangrijk, en ik hoor eigenlijk u dat ook allemaal zeggen, om de komende jaren het tempo van die woningbouw te versnellen. En dat is een opgave die ligt bij gemeenten, bij provincies, maar ook hier bij mij, in de vorm van intensieve samenwerking, die te stimuleren, te regisseren vanuit Den Haag, voor zover dat mogelijk is, om te zorgen dat die regionale woningbehoefte goed wordt ingevuld. En dat is dus ook de benadering die ik kies. Het aanjagen van het bouwen van woningen. Aandacht te hebben voor de verschillen en de regionale verschillen die er zijn. En ook aandacht te hebben voor de kwaliteit van het aanbod. Hè. Dus de passendheid eigenlijk van hetgene wat gerealiseerd wordt ten opzichte van de vraag die er is. En ik wil straks nog wat dieper ingaan op de steden en de groei van die steden. Maar we komen er alleen als betrokken partijen heel goed met elkaar samenwerken. Eén positief punt is natuurlijk wel, omdat de economie hersteld is, dat er ook grote interesse is van beleggers. Dus dat de financiën niet per se het knelpunt zijn in deze markt. Er is ook groot vertrouwen. En dat is natuurlijk ook heel anders dan we enige tijd geleden hebben gezien. Tegelijkertijd dat het zo conjunctureel is, is wel een aandachtspunt. Je zou liever willen dat het wat stabieler was, dat het ook niet zo in zou storten tijdens een crisis. Waar we daar een enorme inhaalslag moeten maken nu om weer terug te komen op het niveau. Een iets stabielere situatie zou beter zijn geweest. Maar goed, dat is nu eenmaal het feit. Dus we moeten dat inhalen en gelukkig wordt het voor een deel ook ingehaald. Maar er zijn wel allerlei praktische belemmeringen. De doorlooptijd van procedures, capaciteit is ook net aandacht voor gevraagd. Overigens ook bij die decentrale overheden die hier een belangrijke rol in hebben en in de bouwsector zelf. En naast bouwen kijken we natuurlijk ook naar het benutten van de bestaande voorraad. Ook in dat samenspel met al die actoren is het benutten van de bestaande voorraad ook een belangrijk punt. Ik ga straks nog iets zeggen over wetgeving die daarbij ondersteunend kan zijn om procedures te versnellen. Maar samenvattend zou ik willen zeggen, ik zie het vooral als mijn taak om heel een actieve en meer regisserende rol te spelen om tegemoet te komen aan die grote vraag en vooral in die stedelijke regio's. Dat gezegd hebbende, kan ik dan vervolgens ingaan op uw vragen. Om te beginnen, de vragen, het was geloof ik de heer Ronnes, meneer Koerhuis vroeger ook naar, de plancapaciteit. Kun je nou via het sturen op de plancapaciteit die tekorten aanpakken? Het is waar dat er altijd sprake is van een uitvalrisico van de plancapaciteit. Daarmee is er dus een risico dat er, hoewel je zou denken er is voldoende plancapaciteit, dat er uiteindelijk toch te weinig gebouwd wordt als dat niet gecompenseerd wordt met nieuwe plancapaciteit.
En dat is dus een van de onderwerpen die ik wil agenderen in de regio's. Hoe gaan we borgen dat er altijd voldoende plancapaciteit is om aan die bouwgave te voldoen? En het kan dus zijn dat er meer nodig is, dat je meer plancapaciteit moet hebben op papier om die bouwopgave te vervullen. De heer Koerhuis vroeg, kun je als je dan toch met die regio's, provincies in gesprek gaat over die plancapaciteit ook harde doelen afspreken? Hij noemde, dacht ik, de provincie Gelderland. Hij noemde een specifiek aantal van 100.000 woningen. Ik zei net al, er zijn natuurlijk hele grote regionale verschillen. Ik ga natuurlijk graag het gesprek aan, ook in Gelderland, om te kijken wat daar nodig is. Overigens, omdat ik niet overal tegelijk kan zijn, ga ik beginnen bij de regio's met de meest gespannen woningmarkt. De G4, maar ook Groningen, ook Eindhoven. En ook Maastricht, waar het behoorlijk gespannen is. Maar in ieder geval, alle regio's moeten natuurlijk een regionaal plan hebben. En ik vind dan aan de voorkant zeggen dat dat 100.000 moet zijn in Gelderland, dat lijkt me niet de goede benadering. Het lijkt mij beter om met Gelderland het gesprek aan te gaan. Kijken wat de woningbehoefte is. Ook daar zullen ook in die regio weer verschillen zijn tussen de steden in Gelderland en gebieden waar sprake is van krimp. En dan kijken wat de opgave is en ook welke kwaliteitsslag je daar zou willen maken. Dus afhankelijk van de ontwikkeling van het gebied zelf. Ik zal in ieder geval de uw Kamer informeren over de regionale plancapaciteit en ook kijken hoe die regionale behoefte daarin tot uitdrukking kan komen. Meneer Ronders heeft een interruptie. Ja, voorzitter. De minister maakt terecht die opmerking in relatie ook tot met name de gebieden waar de tekorten zijn met woningen. Maar ik gaf al aan, ik heb dit geluid ook gisteravond gehoord op de bijeenkomst uit Overijssel. Toch een gebied waar misschien wel wat stedelijke druk zit, maar ook grotendeels niet. En daar loopt men eigenlijk met die ladder van duurzame verstedelijking loopt men gewoon vast. Omdat gewoon de praktijk uitwijst dat 100% kom je niet met uit, omdat er gewoon verlies in zit in die 100%. En eigenlijk is mijn vraag ook meer gericht op die ladder van duurzaam verstedelijking. Zou u als minister daar nog eens, hij is recentelijk aangepast, maar zou u vanuit dat oogpunt nog eens kunnen kijken van, is daar geen knopje aan te maken? Dat je zegt van ja, er bestaat een bepaalde mate van overprogrammering, omdat je weet dat je een bepaald verlies hebt. En dat het ook, er zijn heel veel gerechtelijke uitspraken in Nederland waar in juridische procedures het verloren is op basis van de definitie in de ladder van duurzaam verstedelijking. Het zou kunnen zijn met een kleine aanpassing dat je daar net die ruimte kunt maken dat voor heel veel regio's, ja, we hebben het hier over Amsterdam, maar er zijn in Nederland ook gewoon dorpen waar gewoon ook woningen nodig zijn. Het zijn er soms maar 5 of 6, maar men loopt vast. En dat is voor een dorp is dat net zo erg als voor Amsterdam. De minister. Ja, ik denk dat de heer Ronders mij net ook heeft horen zeggen dat ik denk inderdaad dat het niet altijd zo is dat wat je op papier in plannen hebt liggen, dat zich ook kan realiseren. Ik kan me heel goed voorstellen dat dit instrument, wat bedoeld is als hulpmiddel, daar in bepaalde regio's ook een rol bij kan spelen. Dus ik neem dat graag mee in de regionale toespitsing van datgene wat we gaan doen. Okay, volgens mij is de heer Ronders tevreden gesteld. Meneer Koerhuis. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik hoor de minister toch zeggen, ja, een heel aantal gebieden noemen waar ze gaat beginnen. Ook goed, hè? Ik heb metropoolregio Rotterdam-Den Haag de vorige keer ook benoemd. Ik hoorde Gelderland daar helaas niet bij. Die 100.000 heb ik ook niet verzonnen. Die komt uit de Primos-prognose. De heer Ronders verwijst naar Overijssel. Ik ben op werkbezoek geweest in Ede en daar ben ik eigenlijk best wel geschrokken. Als je die Primos-prognose vertaalt, zullen daar zo'n 10.000 woningen gebouwd moeten worden. Dan mogen ze maar 4.000 woningen plannen. Ja. Apeldoorn, er zullen zo'n 15.000 woningen gebouwd moeten worden. Dan mogen ze niks meer plannen. Daar schrik ik toch behoorlijk van. Ik zou de minister toch willen vragen om ook daar echt langs te gaan. De minister. Zeker. Nee, maar ik heb Gelderland wel genoemd. Het enige wat ik opmerk is dat ik niet overal tegelijk kan starten. Maar uiteraard ook in Gelderland. En nogmaals, ik zei net ook, het is belangrijk dat regionaal een goede analyse is van wat zij zien. Als het aantal van 100.000, wat de heer Koerhuis noemt, door de regio ook op die manier wordt genoemd, dan neem ik daar kennis van. En dan moeten we natuurlijk kijken hoe we dat het beste kunnen invullen met elkaar. Het feit alleen, ik zou niet aan de voorkant hier al willen vaststellen van nou, wat er ook gebeurt, het moet 100.000 zijn. Want dat zou het omgekeerde zijn van mijn redenering. Ja. De heer Koerhuis wil nog reageren. Ja, klein puntje. Ik heb het ook gezegd bij Rotterdam, Den Haag. Kijk,
Als het 80.000 wordt, 90.000 of 110. Kijk, tuurlijk, dat begrijp ik. Gaat u verder, minister. Het gaat over grote aantallen. Daar zijn we het in ieder geval met elkaar over eens. En inderdaad, als je over een aantal jaren kijkt, 600.000 woningen ongeveer tot 2025. 1 miljoen woningen als je daar nog 1 jaar of 10 bij optelt. Dus het gaat echt over grote aantallen. En gelukkig, en dat zeg ik dan ook tegen al die steden en regio's waar nu ontzettend veel gebeurt, zijn we inderdaad ook een flinke inhaalslag aan het maken. Maar ik denk vooral aan die mensen, starters, aan gezinnen, ook aan oudere mensen die misschien een ander type woning nodig hebben. Dat iedereen heeft eigenlijk dat recht, werd net ook even genoemd, op een woning die bij je past. En daarvoor moet er gewoon meer bij komen en dat moet snel gebeuren. Nou, dan even over dat bouwen. Waar moeten we dat doen? Het werd net gezegd, bouwen in het groen. Ik zag gisteren op het journaal een wethouder in een weiland staan, wat een beetje de suggestie van uitging dat we die weilanden zouden willen volbouwen. Kijk, het ligt natuurlijk veel genuanceerder dan dat. En ik ben ook blij, en ik hoorde ook mevrouw Van IJssel dat zeggen, die heeft goed geluisterd naar wat ik precies heb gezegd. Ik heb gezegd, die opgave is zo groot, dat als we dat voor de mensen die ik net noemde willen gaan realiseren, dan moet daar creativiteit in komen. Dus we hebben gemeenten nodig die creatief zijn, die niet zich volledig storten op alleen maar, laten we zeggen, het binnenstedelijke, maar die ook nadenken over andere opties. En ik heb een aantal voorbeelden genoemd. Ik heb bijvoorbeeld genoemd Eiburg, wat al bestaat, en de plannen voor een Eiburg 2. Ik heb het vliegveld hier bij Valkenburg genoemd. Ik heb genoemd bedrijventerreinen aan de randen van de stad. Vaak verrommelde bedrijventerreinen, oude industrieterreinen. Waar het lastig is om te bouwen, maar waar het wel moet gebeuren. En ik heb genoemd het belang van bereikbaarheid. Wat we zien is dat de steden zijn eigenlijk de economische motoren geworden. Dan heb ik het niet alleen over de steden in de Randstad, maar de steden in het hele land. Want die druk is net zo groot op de stad Groningen of op de stad Maastricht. Eindhoven. Kwam zo maar in me op ineens. En als mensen daar willen werken en daar willen wonen, dan wil je ook graag dat ze inderdaad dicht bij hun werk, dicht bij hun scholen, dicht bij hun voorzieningen. Dat er goede verbindingen zijn, dat er goed OV is, goede fietsinfrastructuur is. Dus zo dicht mogelijk bij wat er, waar die mensen hun leven verder gaan inrichten. En om dat mogelijk te maken, vind ik dat we inderdaad iets meer moeten durven kijken naar nieuwe oplossingen. En eigenlijk hoor ik iedereen over de hele linie hier dat ook zeggen. Ik heb hier zelf een interruptie over, dus de heer Rodders zal mij in de gaten houden. Nu noemt de minister voorbeelden van bedrijventerreinen naar Eiburg. Maar volgens mij was de suggestie, ik dacht dat het zelfs letterlijk in de kop stond, wel het bouwen in het groen. En mijn vraag is dus nu van, is dat dan verkeerd opgepikt door de krant? Of zegt de minister van, daar ging het me niet om. En het tweede punt wat ik wel wil weten, ze geeft aan van, er moet creatieve gedachte worden. Heeft de minister de indruk dat gemeentes nu niet creatief denken? Want mijn indruk is een heel andere, dat gemeentes juist wel heel creatief bezig zijn. Ja, en ik heb gemeente zo net ook daar een compliment voor gemaakt, omdat dat inderdaad al gebeurt. Eergisteren zag ik nog plannen van Rotterdam om de lucht in te gaan, dus hoger te gaan bouwen. Er zijn plannen voor Eiburg 2, dus de gemeenten zijn ook heel creatief. Ze voelen die druk ook wel. En toch constateren we met elkaar dat we er nog niet zijn. We zijn nog niet op het niveau dat nodig is om de vraag te accommoderen. Dus zullen we nog creatiever moeten zijn. Ik heb dat natuurlijk ook een beetje gedaan met in het achterhoofd dat er in maart gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dat er daarna colleges zullen worden gevormd. Dat er nieuwe wethouders wonen komen. Nieuwe plannen komen in de gemeentes over hoe die bouw nog beter aan te pakken. Dus het is ook een beetje een oproep geweest. Het is nou eenmaal zo. We hebben afspraken gemaakt over wie welke verantwoordelijkheid heeft. Gemeentes hebben daar een hele belangrijke verantwoordelijkheid in. Provincies ook. Provincies bepalen de plancapaciteit. Er zijn vaak discussies tussen steden en de provincie over wat wel en wat niet kan. Dus mijn oproep was heel erg, doe het beide.
Denk na over hoe je inderdaad binnenstedelijk verder kan ontwikkelen, binnen de bebouwde omgeving. Ik denk dat daar nog steeds mogelijkheden liggen. We gaan het straks misschien nog hebben over de aanbevelingen van Van Gijzel, maar zo'n revolverend fonds zou daar bijvoorbeeld bij kunnen helpen. Maar nogmaals, ik vind ook dat je die randen van de stad erbij moet betrekken, omdat ik niet vind dat je mensen daar hun werk kunnen vinden. Daar zijn goede scholen, daar zijn opleidingsmogelijkheden. Ik vind dat we op zoek moeten gaan naar manieren om voor die mensen ook die ruimte te creëren. En niet hen te dwingen tot bijvoorbeeld lang forenzen of op grote afstand zitten van de voorzieningen die ze ook willen, waar ze gebruik van willen maken. Dus dat was mijn oproep. Oké, maar voorzitter, dan lijkt het haast een discussie te worden over of je de randen van de stad, of dat dan binnenstedelijk is of niet. Als je het hebt over bedrijfterreinen, zal niemand op tegen zijn om dat te bouwen. Dus begrijp ik het nu goed dat ook de lijn van de minister is, zoals GroenLinks die heeft geuit, maar ook volgens mij mevrouw Van Ijs, eerst binnenstedelijk en pas in tweede instantie, als het echt niet anders zou kunnen, dan pas dat je dan verder buiten de stad zou kijken. Is dat de volgorde der dingen zoals ook de minister die voor zich ziet? En ik heb geen vraag gehad over of ze nou wellicht ook een beetje verkeerd geciteerd is door de krant. Ja, maar het is altijd, ik vind dat te makkelijk. Een krantenkop overigens, dat bepaalt de krant altijd zelf. Wat ik heb gezegd in dat interview en daarna ook een paar keer aan andere journalisten die het vroegen, het is wat mij betreft en-en. We zijn een land met een groeiend aantal inwoners, met een groeiend aantal huishoudens. Daar moet keuze zijn. De een wil graag stedelijk wonen in bijvoorbeeld in een appartement in hoogbouw. Veel andere gezinnen die willen graag een huis, twee onder één kap met ook een tuin. Nou, dat moeten we met elkaar combineren. Veel meer dan vroeger, denk ik, houden we nu rekening met de bereikbaarheid. Dus op het moment dat je ontwikkelt, dan hou je ook rekening met, is er een station in de buurt? Is er een infrastructuur? Hoe zit het inderdaad met de voorzieningen? Dus dat betekent dat je het toch wel heel dicht bij kernen zult doen. Het hangt er ook vanaf hoe de contouren nu al getekend zijn. Dus je kijkt in Flevoland, waar ze nog steeds nu ook het meeste bouwen eigenlijk van heel Nederland, dan is het ook wel omdat die rode contouren, dat heet dan rood, maar als je kijkt waar gebouwd wordt, is ook wel groen. Ik roep echt op, wees daar nou creatief in. Maar inderdaad, het zou helemaal niet mijn bedoeling zijn om het binnenstedelijk bouwen niet meer te stimuleren. Integendeel. Goed, nou, dat was een lang antwoord op een vraag die door velen van u is gesteld. En misschien om het dan nog even af te maken, dat binnenstedelijk, er zijn nog steeds mooie en interessante mogelijkheden. En die moeten we er zeker bij ook betrekken. En dat ga ik ook, als ik met de regio's ga praten, natuurlijk doen. En mogelijkerwijs kan het ook daar helpen. Het is natuurlijk een suggestie geweest van de heer Ronnes om ook naar wetgeving te kijken. Ik heb toen ook gezegd, we hebben die crisis- en herstelwet. Die kan helpen om woningbouw te versnellen. Dat zou ook juist bij het binnenstedelijke een rol kunnen spelen. En er is trouwens een lopend programma Stedelijke Transformatie, meer ruimte voor wonen, waaruit vanuit het ministerie van BZK, vanuit wonen, de ontwikkeling van juist ingewikkelde binnenstedelijke transformatielocaties al wordt geholpen. En daar zou dus ook dat fonds, wat de heer Van Gijzel heeft gesuggereerd, waar de Europese Investeringsbank al belangstelling voor heeft getoond, zo'n revolverend fonds, moet dan ook gevuld worden door andere partijen die hier een belang bij hebben, dat zou daar ook een rol bij kunnen spelen. Meneer Nijboer heeft een interruptie. Dank u wel. Dat fonds ben ik zeer groot voorstander van. En dat zou ik ook goed vinden als het er komt. Ik heb toch, het is mij nou niet meer helder wat de minister nou wil met bouwen in het groen. En dat vind ik toch wel lastig, want dat is een groot maatschappelijk thema. Dus er wordt een groot interview gegeven van we bouwen meer in het groen. En natuurlijk binnenstedelijk ook. Dat zou helemaal bizar zijn als je dat stopzet, hè? Als je zoveel nodig hebt. Maar wat is het nou? Worden nou delen van het groene hart worden die volgebouwd en elders en in Groningen en in Eindhoven en in Maastricht, waar al die druk is? Gaat dat nou gebeuren? Gaat de minister dat doen? Of is dat, wordt die keutel weer een beetje ingetrokken? Wat is het nou? De minister. Als je kijkt naar de kaart van Nederland en de ruimtelijke ordening van Nederland, we komen vast in een ander debat nog uitvoerig te spreken over de nationale omgevingsvisie en de omgevingswet en welke opties dat biedt. Maar als je kijkt naar de kaart zoals die nu is en de plannen van de provincies en je kijkt naar de woonbehoeften en de groei van het aantal inwoners en het aantal huishoudens, dan knelt dat. En het is onze opgave om dat op te lossen.
Gemeenten zijn al sinds de crisis wat voorbij is op zoek naar manieren om dat te accommoderen. Het lukt de een wat beter dan de ander, omdat het binnen de contouren kan van zoals die getekend zijn. Amsterdam heeft relatief veel ruimte om dat te doen. Kan Havenstad ontwikkelen, kan in Noord nog veel ontwikkelen. Kan Eiburg doen. Nou, dat levert mooie aantallen op. Moet nog steeds meer bij, maar dat is goed. Bij anderen is dat veel knellender. Ik vind dat je bij dat soort steden en dat soort gemeenten mensen niet kan ontzeggen dat zij ook daar een plek moeten kunnen vinden. Daarom roep ik op tot creativiteit. Dat is niet hetzelfde als bouwen midden in een groen gebied of in het groene hart. Nee, dat is aansluiten bij de contouren van die stad. Kijk aan de randen wat er mogelijk is. Maar geef mensen wel die ruimte om daar te wonen waar hun werk is en waar hun toekomst is. Meneer Nijboer. Ja, voorzitter, dus dat is duidelijk. Amsterdam heeft al genoeg ruimte in de plannen, dus daar geldt het dan niet voor. En Almere heeft ook nog een heel groot uitleggebied, hè, dus ik neem aan dat het daar ook niet voor geldt. Ja, en het groene hart ligt wel aan de randen. Ja, dus we moeten wel, dat is een grote maatschappelijke discussie, dus ik voer hem hier ook maar waar het om gaat. Ik bedoel, die bedrijventerreinen Valkenburg, Vliegveld, dat willen we allemaal wel. Dat is niet de discussie. De discussie is bij Rotterdam, bij Den Haag, bij Eindhoven, bij Groningen. Gaat dat nou, ja, worden die ruimtes opgerekt? Of gaat het toch meer in hoogbouw, in binnenstedelijk en heeft dat de prioriteit? De minister. Ja, ik herhaal nog maar eens dat het dus en zou moeten zijn. En ik hoor de heer Nijboer nu zeggen, nou ja, Valkenburg willen we allemaal. En daar wordt er wel al 10 jaar over gesproken. Hè, dus we moeten toch knopen door gaan hakken en het echt mogelijk gaan maken en gaan realiseren. Meneer Ronnes, CDA. Nou, laat ik zeggen dat ik inderdaad die lijn steun van om in elk geval goed te kijken naar die behoeften, maar ook naar het zuinig ruimte gebruiken en op die manier eerst de rode contouren in te vullen voordat je naar groen gaat kijken. Maar nu even reëel. Als je kijkt naar de cijfers, en het is berekend, ik heb het in een aantal stukken terug zien komen, is dat binnenstedelijke verdichtingsopgave een financieel gat van gemiddeld 15.000 euro per woning is. Een revolverend fonds heeft in zich dat het geld ook terug moet. Dus dat, ik bedoel, moet ook opgebracht worden. Hoe gaan we dat oplossen? Want we hebben dadelijk plekken, we hebben plannen, we hebben ook rode contouren. Maar vervolgens moet het betaald worden. En als dat geld niet ergens op tafel komt, dan gaat die vlieger niet op. Dus is voor de minister ook een element, als het blijkt dat het ook economisch niet haalbaar is, komt dan ook een ander alternatief bij haar in beeld. Komt dan ook de groene contour in beeld op het moment dat het alternatief van binnenstedelijk niet, financieel niet haalbaar is. De minister. Ik denk dat we ons niet te gemakkelijk moeten neerleggen bij het argument dat het financieel niet haalbaar is. Dat fonds, hè, wat Van Gijzel ook voorstelt, dat is een fonds wel revolverend, maar dat toeziet op de voorfinanciering die nodig is, bijvoorbeeld voor sanering van vervuilde terreinen. Maar dat is nodig vanwege de risico's die de partijen op dat moment niet goed kunnen overzien. He, dus het is, als het vervolgens gerealiseerd wordt, dan kan het geld ook gewoon terugkomen. Daarom zegt Van Gijzel, begrijp ik in zijn rapport, dat dit een nuttig instrument zou zijn. Dat is ook de reden waarop ik zeg, het zou mooi zijn, hè, als de Europese Investeringsbank en partijen daar instappen en dat mogelijk maken. Ik begrijp overigens dat die 15.000, dat bedrag, dat van een tijdje terug is. Dus het is de vraag of dat nog actueel is. Maar ik zei net al, er is eigenlijk veel geld. Er is veel vraag. Dus laten we ons niet erbij neerleggen dat iets te duur is en dat het dan maar ergens anders moet gebouwen. Dat is niet mijn oproep. Meneer Ronnes, afrondend. Maar gezien de prijsontwikkeling in de bouwmarkt, denk ik dat het 15.000 niet gauw minder zou geworden zijn. Nee, nou maar goed, u zei het, dus het leek me dan goed om de complete informatie te geven die ik in ieder geval op dit moment heb. Ik had net al iets gezegd over die crisis- en herstelwet en de suggestie van de heer Ronnes van de vorige keer om te kijken of er met wetgeving iets zou kunnen. Inmiddels hebben iets nadere bestudering. Ik zei de vorige al, crisisherstelwet naar de omgevingswet. Daar zit gewoon tijd tussen. De crisis- en herstelwet is eigenlijk verouderd, hè, want de crisis is in die zin voorbij. Dus ik denk dat we het zouden kunnen doen langs drie lijnen. De vereenvoudiging van de aanwijzingsprocedure voor experimenten. Verkorting van de aanwijzingsprocedure, zodat het allemaal sneller kan worden gerealiseerd. En een verbreding van de reikwijdte van de crisis- en herstelwet. Dus dat is waar ik nu mee bezig ben. En mijn streven is om op korte termijn
een voorstel met van deze strekking in te dienen bij uw Kamer. In ieder geval voor de zomer, want hij moet natuurlijk wel snel in werking kunnen treden. Dus ik zal hem proberen zo snel mogelijk bij uw Kamer in te dienen. Ja, nog even doorvraag, maar ik denk dat ik straks wel wat strenger moet worden op het aantal interrupties. Meneer Ronnes. De aanvullende vraag neergelegd of dat het ook breder beschouwd kan worden en dat je ook kunt kijken naar het besluit bouwwerken leefomgeving. Daar zitten een aantal vereenvoudigingen zoals tiny houses en dat soort andere ontwikkelingen in de woningbouw. Moeten we ook niet kijken of dat op dat terrein nog zaken naar voren te halen zijn uit de omgevingswet die nu al gebruikt zouden kunnen worden als ze er zijn? De minister. Ja, ik neem de suggestie mee. Ja. Nou, dan hebben we de crisis- en herstelwet, denk ik, gehad. De expertteams, dat wil ik ook betrekken bij die regionale gesprekken. Ze lopen nu door tot eind van dit jaar. Dus ik denk, we kunnen de expertteams nu dus gewoon inzetten, zo proactief mogelijk. En dan in de gesprekken ook meenemen, kijken of we daar een vervolg aan zouden moeten geven. De tekorten in de bouw. Het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw. Dat was die andere, dat was die bank. het EIB heeft afgelopen maandag een rapport gepubliceerd over de verwachtingen van de bouwproductie en de werkgelegenheid in de bouw. En signaleert dat het blijkt dus uit navraag bij die bouwbedrijven, dat de tekorten aan personeel vooralsnog geen belemmering vormen voor het versnellen van de woningbouw. En zij verwachten ook dat dit de komende jaren beperkt zal blijven. Ik heb hier trouwens eerder Kamervragen over beantwoord. Ik vind het dus, de bouwsector die dit zelf oplost. Ik hoor ze ook hier uitspraken over doen. Het is natuurlijk ook hun verantwoordelijkheid. Het is trouwens goed dat daar veel werkgelegenheid is in die bouw. Natuurlijk, de krappe arbeidsmarkt zien we over de hele linie gebeuren. Daar moet natuurlijk dan ook een bredere aanpak zijn vanuit het kabinet. En daar ben ik wel ook bij aangesloten. Net zoals de trekker, collega Koolmees van SZW, de minister van Onderwijs. Dus we hebben daar wel aandacht voor. Maar op basis van dit rapport en de ontwikkelingen en de signalen van de bouwsector zelf, vooralsnog niet een groot knelpunt. Voorzitter, dan wou ik doorgaan met wat vragen over koop. Ik dacht dat het zowel VVD als CDA waren die vragen hadden voor over aflossingsvrije hypotheken. Het was toch de heer Ronnes, excuses. Ja, precies. En daar kom ik ook op. Eigenlijk was zijn suggestie om samen met de minister van Financiën de sector aan te sporen tot actie op het gebied van aflossingsvrij. Ja. Ik denk dat het heel belangrijk is dat hypotheekverstrekkers hier voldoende snelheid gaan maken. Ik weet dat AFM wel in gesprek is met de hypotheekverstrekkers. Dus ik zal met Financiën en ook AFM de stand van zaken bekijken en zien of er verdere actie nodig is. De starterslening, daar vroeg de heer Ronnes ook naar, dacht ik. Verschillende gemeenten bieden startersleningen aan via de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten. Dat is goed om dat op lokaal niveau te bezien. Meer dan dat, daar is overigens ook geen dekking voor. En dat hebben we in een vorig overleg, het wetgevingsoverleg, ook even met elkaar gewisseld. Meneer Ronnes. Voorzitter, het ging mij niet specifiek om de starterslening. Het ging me meer van hoe kunnen wij instrumenten ontwikkelen die lokaal helpen om bijvoorbeeld doorstromingen in de sociale huursector op gang te krijgen. Je ziet dat je huurders hebt die wel een flinke huur betalen, maar net te weinig inkomen en vermogen hebben om door te stromen naar een koopwoning. Collega Jessica van Nijs die had het over het toekennen van een hogere hypotheek. Ik ben er al heel lang over bezig. Ik heb ook met Nieboot gesproken en dat ligt heel lastig. Dus misschien moeten we toch kijken, van, zijn er nog andere opties? En vandaar mijn vraag. Ik zou gewoon eens wat breder naar die startersproblematiek willen kijken. En kijken of dat we daar vanuit het Rijk nog iets kunnen doen wat helpt. Ja.
Ik ben er gauw geneigd om dan met een oplossing te komen. Maar volgens mij kunnen we, als er eens gesproken wordt met de gremia, dat er misschien oplossingen boven komen drijven. Dank u wel, meneer Anders. Nou ja, ik kom straks nog even over middenhuur en de aanbeveling van Van Gijsel te spreken. Daar zat natuurlijk een deel mogelijk van een oplossing. Ik vind inderdaad de positie van starters heel belangrijk. Daarom hebben we bijvoorbeeld de LTV-norm. We hebben hem ook niet verder willen verlagen dan die 100%. Dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Zoals de Kamer al heeft verzocht, wordt er een onderzoek nu gedaan naar het meefinancieren van de NHG-premie. Dat middensegment, hè, dus die doorstroming uit de sociale sector naar middenhuur, ja, dan moet er wel aanbod zijn in de middenhuur. En als die er niet is of te snel te duur wordt, vandaar dat ik blij ben met die aanbeveling van die samenwerkingstafel. Omdat ik denk dat dat ook een deel van de oplossing zou kunnen zijn. De starterslening had ik inmiddels gehad. NHG. Ja, de heer Koerhuis, die vroeg eigenlijk naar de relatie, hè, de hurenprijzen gaan omhoog. De huizenprijzen gaan omhoog. Zou dat moeten doorwerken in de hogere NHG, in een hogere NHG-grens? Hij was geen voorstander van de regionalisering, hoorde ik hem zeggen. Iets wat vanochtend in de krant stond. Nou, die NHG-kostengrens die wordt al vanaf vorig jaar bepaald aan de hand van de gemiddelde koopsom. Die gemiddelde koopsom die wordt natuurlijk door het kadaster maandelijks gepubliceerd. En voor de gemiddelde koopsom worden de cijfers van een aantal maanden in het jaar daarvoor gehanteerd en afgerond, hè, naar 5000 tallen. Dus de stijging van de huizenprijs zit ook in de NHG kostengrens. Als we die zouden verhogen verder, ik ben daar niet zo'n voorstander van. Want ik denk dat het verhogen van die kostengrens zou kunnen bijdragen aan verdere oververhitting in gespannen gebieden. Dus ik ben daar heel terughoudend in. De heer Koerhuis, VVD. Ja, dank u wel. De minister zei het impliciet al, dat een hogere grens voor het hele land gaat bijdragen aan verdere oververhitting, bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht. Daar kan ik dus ook uit opmaken dat een specifiek hogere grens voor bijvoorbeeld die twee steden niet aan de orde is. De minister. Nee, dat was een. U zei zelf, ik ben niet voor de regionalisering. Ik heb de discussie, heb ik nu kennis van genomen, omdat daar in de krant iets over stond. Aan de ene kant voelt het wel als iets logisch, hè, de gemiddelde huizenprijs in heel Nederland. Ja, dat in de ene plek zegt dat niet zoveel, in de andere plek trouwens ook niet. Juist omdat het gemiddeld is. Aan de andere kant, en daar wijs ik inderdaad op, en dat ben ik met de heer Koerhuis eens, als je dat nu gaat doen, zowel het ophogen als het differentiëren naar regio's, dan ontstaan er weer andere problemen, juist nu er een oververhitting is. Dus ligt geen voorstel. En als dat uw vraag is, is dit nu mijn opvatting hierover. Mevrouw Van IJs. De heer Nijboer heeft een interruptie van. Gaat de gang. Ja, ik zit gewoon. Kijk, die NHG is best een mooi, goed werkend instrument. Hè? Je betaalt er gewoon een premie voor en op zichzelf, dat fonds functioneert ook wel goed. Dus wat is nou het probleem om dat met een beetje te verhogen? Wat is daar nou een. Ja, want het is heel praktisch en heel veel mensen in het Westen kunnen daar geen gebruik van maken, plat gezegd. Oké, de minister. Ja. Het was 3,5 ton in het verleden. Ja, maar goed, het is ook niet, alsof het allemaal gratis en risicoloos is. Hè? Dus ik denk dat het een goed instrument is. Dat het ook voor sommige mensen ook wel de drempel over kan helpen. Op een goede manier om inderdaad ook die koopwoning te betreden. Maar tegelijkertijd, als je daar te ruimhartig in bent, het is wel een overheidsgarantie die wordt verstrekt. Meneer Nijboer? Ja, waar wel een meer dan kostendekkende premie tegenover staat natuurlijk. Ja. Mensen betalen gewoon een premie als je NHG gebruik maakt. En dan een beetje breder over. Kijk, het is eigenlijk natuurlijk bedoeld om lagere en middeninkomens een huis te kunnen laten kopen. Ja. En als er wat gebeurt in de familie en je scheidt of weet ik wat, dan die ellende samen op te vangen. En op zichzelf heb ik er niet zo'n bezwaar tegen, omdat voor iets hogere middeninkomens in steden ook. Dus ik zie daar niet zo'n probleem van als je een kostendekkende premie betaalt. De minister. Ja. Het instrument is er. Er zijn afspraken over gemaakt. Die prijsstijgingen zoals die zijn, die werken ook door in die premie. Nou, ik denk dat dat goed is, dat die afspraak gemaakt is. En ik zie geen reden om daar nu een aanpassing in te doen.
Mevrouw van IJs, die had, ik denk dat ik over het saneringsfonds al het een en ander heb gezegd, maar zij had ook een vraag over hypotheken en verduurzaming. Hè. Dus kunnen banken niet meer doen om die verduurzaming te stimuleren? En ik denk inderdaad, we hebben grote ambities rond verduurzaming. Daar heb ik samen met collega Wiebes over in gesprek. En ik denk dat we in het verleden ook hebben gezien dat dit heel lastig is. Hè, terwijl je uiteindelijk ook wel kunt bedenken dat een investering aan de voorkant, die aan de achterkant zich terugbetaalt, toch een goede investering is. Dus ik wil dit specifieke punt ook onder de aandacht brengen. En we gaan dat doen, ook in de uitwerking van het onderdeel gebouwde omgeving in het klimaatakkoord. Dus daar zullen we partijen als de banken, er zijn natuurlijk ook andere partijen, maar zeker ook de banken, daar zullen we het mee bespreken. En het is overigens ook niet zo dat banken helemaal niks doen. Er zijn ook banken die ook een hogere hypotheek aanbieden bij investeringen in energiebesparing. Dus er zijn al zeker al dingen mogelijk. Een andere vraag van mevrouw van IJs was, zou het mogelijk zijn dat het huurverleden kan meewegen bij hypotheekverstrekking? Ik begrijp dat er een onderzoek al gedaan is hiernaar. Dus deze gedachte die leefde blijkbaar. Dus het platform Maatwerk heeft hier onderzoek naar gedaan. En hieruit blijkt dat het verschil tussen huurlast en maximale hypotheeklast vaak verklaard wordt door bijkomende kosten van de koopwoning. En het NIBUD heeft hier inzicht in gegeven. Dat is terug te vinden in het NIBUD-advies voor de financierings lastpercentages van 2018. En de Kamer heeft dit onderzoek al ontvangen. Als bijlage bij een brief op 19 oktober. Dus misschien mag ik daarnaar verwijzen. Overigens is individueel maatwerk op basis van huurlasten mogelijk. En zijn er ook wel kredietverstrekkers die dit type maatwerk aanbieden. Maar ik evalueren nu de ontwikkeling rondom maatwerk bij hypotheekverstrekking. En dan kan ik ook deze situatie meenemen. En naar aanleiding van die evaluatie bekijken of er misschien extra stappen mogelijk dan wel nodig zijn. Voorzitter, ik denk dat ik dan het onderdeel koop heb behandeld en overga naar huur en middenhuur. Een prioriteit, zoals u weet, uit het regeerakkoord. Middenhuur, toch een grote groep mensen die wel op zoek zijn naar zo'n niet al te dure middenhuurwoning. De starters waar we het net over hadden. Mensen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Mensen die op basis van hun arbeidscontract geen hypotheek kunnen krijgen. En dat er dus al een groei te zien is in het aanbod, dat is goed. Maar er is echt meer nodig om een volwaardig middenhuursegment te creëren. En dat zou weer echt een verbetering zijn voor de woningmarkt die daardoor gezonder zou kunnen raken. Dus het is voor ons een relatief nieuw segment. En daar moeten dus de partijen die in dit segment actief zijn ook aan wennen. Geldt voor de gemeente, maar geldt ook voor de marktpartijen. Dus ik wil ze daar heel graag bij ondersteunen. En de eerste stap is dat rapport van de samenwerkingstafel onder leiding van de heer Van Gijzel met een aantal aanbevelingen. Dat rapport heb ik u al doen toekomen. Maar de kabinetsreactie op dat rapport houdt u nog te goed. Die wil ik eigenlijk zo snel mogelijk ook bij u hebben. Ik heb wel al een paar dingen erover gezegd. Ik denk dat het concept van die samenwerkingstafel, dat heeft Van Gijzel ook gezegd in zijn toelichting, dat dat al heel goed werkt. Gewoon het feit dat partijen bij elkaar zitten, dat ze die marktverkenning, dus het delen van informatie, waar wil de gemeente iets realiseren, welke partijen zijn er eventueel in geïnteresseerd, dat dat al hele goede stappen zijn geweest. En dat dat zowel regionaal als landelijk ook door zou moeten gaan. De maximale huurprijzen, dit was een vraag van de VVD, die de heer Koerhuis zei, misschien zouden die bij de corporaties de aftoppingsgrens van de huurtoeslag kunnen verlagen of de 710 euro niet kunnen indexeren. Hij deed een aantal suggesties. U weet dat sinds 2016 de liberalisatiegrens is bevroren, dat loopt door tot en met dit jaar. U weet ook dat er inderdaad een evaluatie komt van de woningwet. En het lijkt me goed om in het kader van die evaluatie dit soort vragen mee te nemen. Dan daarop terug te komen op het moment dat die evaluatie er is. Ik dacht dat dat ook de vraag was van de heer Koerhuis. Mevrouw Beckerman van de SP heeft een vraag. Mevrouw Beckerman. Ik zat heel even thuis. Bent u klaar met het blokje middenhuur? Nee.
Oh, oké. Okay. Omdat dit over de sociale huur ging, zat ik even te twijfelen. Ja, sorry, maar ik geloof dat het kan zijn dat sociaal en midden een beetje door elkaar heen loopt. Oh, daar ben ik heel erg voorstander van. Ja, daar wilde ik u nou net over vragen. Nou, ga zo door, minister. De markttoets, daar vroeg de heer Ronnes naar. U verwacht natuurlijk een voorstel en dat is terecht, want ik wil dat voorstel ook in het voorjaar doen. En dat zal ik ook meenemen, want het is ook een van de aanbevelingen van Gijzel. Dan kom ik bij een vraag over de woningbouwcorporaties en verkoop. De heer Ronnes die zei, ja, je moet eigenlijk voorkomen dat er sociale voorraad wordt verkocht als er niet wordt bijgebouwd. Kijk, uiteindelijk gaat het niet over is die voorraad sociaal nou heel groot of heel klein, maar is die passend? En dat verschilt ook weer per gemeente, wat passend is. En als er dus voornemens zijn van corporaties om te verkopen, om te bouwen, ja, dan worden daar meestal prestatieafspraken over gemaakt. En als er sociale woningen worden verkocht, dan geeft de gemeente daar doorgaans ook een zienswijze op. Maar ik vind wel de gedachte, dat wordt wel eens een treintje genoemd. Dat treintje dat is eigenlijk wel een mooi onderdeel van het volkshuisvestingsstelsel dat we hebben. Dus goed als er op die manier naar wordt gekeken. Wat wordt er nieuw gerealiseerd? In hoeverre is dat passend en in hoeverre kan verkoop daarbij dan ook een rol spelen. Maar wel steeds passend bij de lokale situatie. De heer Ronnes die vroeg ook naar de huurgrens, de liberaliseringsgrens, die overal gelijk is, terwijl de regio's ook hier weer zo verschillend zijn. Ja, kijk, ik denk dat die liberaliseringsgrens, het hoofddoel van de afspraken zoals die er zijn, is bescherming. Bescherming tegen schaarsteprijzen in gereguleerd domein, om maar een boel jargon in één zin te gebruiken. En dat hangt dus weer samen met de inkomenspositie van de huurders. En als je eenzelfde liberalisatiegrens voor heel Nederland hebt, dan waarborg je daarbij dat gelijke inkomens gelijke bescherming hebben. Nou, daar zit dus wel een logica in. Maar ik heb net al gezegd, die evaluatie van die woningwet komt eraan. En misschien is het goed om dit soort dingen daar dan ook bij te betrekken en te bezien of wijzigingen wenselijk zijn. Maar eigenlijk verwijs ik ook hiervoor door naar het moment waarop we de evaluatie met elkaar kunnen bespreken. En dat is einde van het jaar pas? Dat is eind van het jaar, hè? Kijk even, ja. Eind van het jaar? Oké, prima. Dan mevrouw Beckerman bij het thema huur. Zij is eigenlijk een voorstander van dat er lagere huurprijzen in de vrije sector komen. Dat we de puntentelling verhogen naar 1000 euro. Eigenlijk zegt zij, ik vind die middenhuur prima, maar ik zou de sociale huur wat groter willen maken. En ik heb net gezegd dat ik denk dat het goed is voor de woningmarkt als er in de verschillende segmenten voldoende aanbod is. Dat middenhuur wat mij betreft een aanvulling daarop is. En dan gaat het zeker ook over de realisatie van betaalbare middenhuur in de vrije sector. Gemeenten kunnen dat ook doen. Die moeten daar nog wat meer ervaring mee opdoen. Maar gemeenten kunnen middenhuurwoningen gewoon opnemen in hun bestemmingsplan. En dan kunnen ze de maximale aanvangshuurprijs bepalen. En ze kunnen ervoor zorgen dat die aansluit bij de behoeften en bij de marktomstandigheden. En het uitbreiden van de gereguleerde sector, ja, die past niet zo goed in het beeld wat ik net schets van een mooie aansluiting tussen sociaal, middenhuur, koop. Een complete woningmarkt die passend is bij de situatie lokaal. En ik vrees ook dat als je zoiets zou doen, dat een marktpartij die wel graag willen investeren, dat hen ook zou afschrikken. Mevrouw Beckerman heeft daar een interruptie over. Ja, voorzitter. Ja, de verschillen zijn denk ik duidelijk wat betreft sociale huur. Ik vind dat natuurlijk jammer, want wij willen heel graag dat dat beschikbaar is. Juist ook voor leraren, agenten, ambtenaren, mensen met een gemiddeld inkomen. Maar volgens mij komen we daar niet uit. Maar ik had nog wel een vraag over wat u eigenlijk als laatste zei. Van het is voor marktpartijen vervelend als ze wel willen. Maar we hebben nou juist gezien
dat heel veel marktpartijen niet willen. En dat het voor corporaties vaak heel lastig is om daar dan in te springen. Bent u wel bereid om die regels ook te versoepelen, zodat corporaties ook makkelijker kunnen bouwen voor middenhuur, wanneer de markt dat niet oppakt of wanneer dat beter past? Ja, zeker. Want mevrouw Beckerman verwijst eigenlijk naar de vereenvoudiging van de markttoets. Ook daar weer grote verschillen regionaal. Maar er zijn inderdaad plekken waar dat knellend is. En daarom wil ik ook die markttoets gaan vereenvoudigen. Dat is ook iets trouwens wat in het regeerakkoord al is aangegeven. Dus ik wil, als ik dus reageer op, of als ik u de kabinetsreactie geef op het rapport van Van Gijzel, ook ingaan op die vereenvoudiging van de markttoets en daar zo snel mogelijk met een voorstel voor komen. En kan de minister ook aangeven wanneer de reactie op het rapport van Van Gijzel en wanneer de markttoets verwacht wordt? Ja, dat gaat bij in maart lukken. Maart? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan is het misschien een goed idee om in de procedurevergadering alvast een debat, een AO in te plannen dan. Ja. Ik zie ernaar uit, voorzitter. Een andere vraag, mevrouw Beckerman, was de grondprijs in relatie tot sociale huur. De grondprijs is natuurlijk gestegen in sommige gemeenten, zijn er echt ook wel uitschieters. Maakt dat het nou lastig om sociale huur te realiseren? In de staat van de volkshuisvesting, er zit een bijlage, de monitor sociale nieuwbouw. Daar zijn dus die grondprijzen zijn daarin ook onderzocht. De grondprijzen voor sociale huur blijken per gemeente niet eens zo sterk te verschillen als je misschien zou verwachten. En dat is weer een indicatie dat de hoge grondprijzen dus geen belemmering zijn voor betaalbare sociale nieuwbouw. Er blijkt ook dat de totale investeringen per woning tot 2017, we kunnen natuurlijk niet alles overzien, daalden. En dat nieuwbouw wel steeds vaker wordt gericht op de aftoppingsgrens. Dus die gegevens heeft u misschien ook gezien. Zouden erop wijzen dat in ieder geval het nog niet een te grote belemmering is om sociaal te realiseren. Toch een interruptie van mevrouw Beckerman. Ja. Ja. Dat kan. Maar kijk, vorige week bleek uit een onderzoek waar de Telegraaf over publiceerde dat in sommige regio's, het ging bijvoorbeeld over Haaglanden, de helft van de geplande sociale huurwoningen uiteindelijk niet gebouwd zijn. En zij analyseren veel regio's. Het ging niet alleen om de Randstad, maar ook om bijvoorbeeld Gelderland, waar heel veel sociale huurwoningen wel worden afgesproken, maar niet worden gebouwd. Daar werd inderdaad die grondprijs genoemd. De minister zegt nu van ja, dat kan eigenlijk niet aan die grondprijs liggen. Waar ligt het dan aan en wat zou de minister willen doen om te zorgen dat die afspraken wel worden nagekomen, de minister? Nou ja, wat ik zei is dat de gegevens die we hebben, hè, dus het materiaal wat er ligt, er niet op wijst dat dat per se over de hele linie een belemmering is. Neemt niet weg dat dat misschien in specifieke gevallen wel zo kan zijn. U noemt nu een aantal specifieke gevallen. Maar ook daar, ja, de gemeenten zijn er wel zelf bij, hè? Zij moeten die afspraken maken. Zij moeten kijken naar wat passend is regionaal. En zij moeten ook bepalen wat voor grondprijs daarbij passend is. Mevrouw Beckerman? Ja, maar dat vind ik nog, ja, dat vind ik dan toch wel weer lastig, hè? Kijk, natuurlijk moeten gemeentes heel veel doen. Maar als we nu zien dat het misloopt, hè, we hebben hier een heel debat over dat er zoveel schaarste is, dat er zo lange wachtlijsten zijn, dat het zoveel knel zit. We doen heel veel voor die middenhuur, maar we zien nu dat bij de sociale huur wachtlijsten soms 10 jaar zijn en dat die plannen niet worden gerealiseerd. Is er dan niet toch echt iets meer nodig? Wil de minister in ieder geval naar kijken van waar dan die problemen ontstaan als echt de helft van de plannen gewoon niet gerealiseerd worden? De minister. Ja, ik wil altijd overal naar kijken, maar ik zou ook wel willen zeggen dat soms als het ook knellend is in de sociale sector, dat het bouwen van meer middenhuur daar ook een antwoord op kan zijn. Dus het kan volgens mij nooit het antwoord zijn dat je alleen maar sociaal bouwt als het in sociaal knelt. Want ook voor de doorstroming op de woningmarkt is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn voor mensen om door te stromen. En precies de doelgroep die u net noemt, de politieagenten, de leraren, de verpleegkundigen. Soms hebben ze ook helemaal geen keus. En dat is denk ik op dit moment echt een heel groot probleem, wat we echt moeten proberen te adresseren op allerlei manieren. Ja, mevrouw Beckerman vroeg ook naar de inkomensgrens. Volgens mij is dit een vraag die mevrouw Beckerman wel al vaker heeft gesteld. Of de inkomensgrens voor sociale huur zou kunnen worden geschrapt. Nou, dat denk ik niet dat dat verstandig zou zijn. Ik denk dat sociale huur
bedoeld is voor huishoudens, voor mensen die op basis van hun inkomen niet op een andere manier een woning kunnen krijgen. We hebben daarvoor woningbouwcorporaties. Die krijgen voor het bouwen en beheren van die woningen staatssteun. Daar hebben we dus ook afspraken over gemaakt met de Europese Commissie. En het past niet in die afspraken om te zeggen dat wij geen inkomensgrens meer zouden hanteren. Ik heb daar zelf een vraag over. Want ik heb zelf voorgesteld dat je ook zou kunnen kijken naar een hogere inkomensgrens of naar een andere manier, bijvoorbeeld kijken naar de gezinssamenstelling. Zou dat een idee zijn om dat te onderzoeken? Nee, onderdeel van de afspraken met de Europese Commissie is ook die grens van die 36.000. En dat is natuurlijk ook in onze verdeling zeg maar, van hoe we aankijken tegen wat je nodig hebt. Is dat ook een vrij logische grens, denk ik. Kijk, u hebt hem liever wat hoger. Ik zei net, huishoudens veranderen ook heel erg. Het hangt ook erg vanaf, zijn het twee verdieners, kom je er weer bovenuit. Maar feit is wel, de afspraken die we gemaakt hebben over hoe woningbouwcorporaties in Nederland kunnen functioneren. En onder welke voorwaarden ook de Europese Commissie zegt, nou, dat begrijpen wij, dat is een type van staatssteun, dat vinden we toegelaten. Daar hoort dus ook bij dat we die grens hanteren. Ik realiseer me dat het inderdaad ook te maken heeft met afspraken met de Europese Commissie. Maar we zien ook in andere landen in Europa dat het op andere manieren wordt toegepast. Dus Nederland kiest zelf heel bewust voor een zeer strikte toepassing. En terecht zegt de minister van ja, je moet ook kijken naar huishoudens. Met z'n tweeën 36.000 euro, dan heb je echt niet zo'n heel hoog inkomen per persoon. Dus ik zou toch de minister willen aanraden om toch ook eens te kijken naar de ervaringen in andere landen. En niet het strengste jongetje van de klas voor zichzelf te willen zijn. Nee, daar ben ik met u eens. Dat is ook helemaal niet mijn doel. Feit is wel dat ik denk dat het goed is dat er een grens is. Dat dat ook een beetje een logische grens moet zijn. En ik ben het helemaal met u eens. Dat geheel afhankelijk van je persoonlijke situatie. Ik zeg daarmee niet dat het makkelijk is of dat het veel is. Maar ik zeg wel dat ik denk dat het goed is dat er een inkomensgrens van toepassing is. En ik denk dat dit een hanteerbare inkomensgrens is. Overigens, die gezinssituatie, hè, dus wat als de toewijzing geschiet in een situatie van een eenpersoonshuishouden en dat wijzigt naar een tweepersoonshuishouden. Dat zijn natuurlijk allemaal relevante gegevens en ik denk dat het goed is om bij de evaluatie dat soort zaken ook te betrekken en daar naar te kijken. Van Gijzel, die zei, althans die heeft een suggestie gedaan om in bijzondere situaties, hij heeft het wel echt inderdaad over een noodstop of zo, ik weet niet precies meer welke term hij daarbij hanteerde, maar in bijzondere situaties een soort van regulering mogelijk te maken. U krijgt straks nog die uitvoerige reactie, maar als de doelstelling is realisatie van betaalbare huurwoningen, dan denk ik dat de beste manier is dat gemeenten zelf daar afspraken over maken. En dat ze het ook gewoon opnemen in hun bestemmingsplannen. En daar kunnen ze dan een maximale aanvangshuurprijs bepalen die aansluit bij hun specifieke omstandigheden. En het uitbreiden van de gereguleerde sector, bijvoorbeeld door het verhogen van de puntentelling, ja, die past daar niet goed bij. Dus echt zo'n ingreep, die lijkt mij niet verstandig. Als het echter gaat over hele bijzondere situaties, in enkele gevallen, dan zou je best kunnen kijken wat je daarmee kan doen. Zo heb ik Van Gijzel gelezen, dus daar ga ik nog even op studeren. En dan zult u in de kabinetsreactie een uitvoeriger antwoord van mijn kant over krijgen. De vraag van de heer Nijboer over de bezuiniging in feite, zoals hij dat noemt, op de huurtoeslag na 10 jaar. Daar zou ik iets over willen opmerken. Het is dus niet een verlaging van de huurtoeslag, maar dat weet de heer Nijboer goed. Het is een mindere stijging van de huurtoeslag. Maar de huurtoeslag blijft stijgen, van jaar op jaar. Maar ook dat heb ik in het vorige debat tegen de heer Nijboer ook gezegd. De koopkrachteffecten die moeten natuurlijk worden bezien in het totaal. Dat doen we ook vanuit het regeerakkoord en dat zullen we gewoon blijven volgen. En daar heeft de minister van SZW u overigens ook al over geïnformeerd.
Dan de corporaties en het effect van de zogenaamde ATAD. Sorry, minister. Ja. Want de heer Nijboer van de Partij van de Arbeid heeft nog een interruptie. Ja, want mijn vraag was... als het 1 jaar 25 euro is, is het dan na 4 jaar 100 euro minder... en na 10 jaar 250 euro minder, want dat loopt wel op. Dat was mijn vraag. De minister. Ja, maar u, de heer Nijboer, heeft dat geïsoleerd, dat bedrag. Ik bestrijd dus niet zijn optelsom... Maar als je dat geïsoleerd bekijkt, is het een min. Maar daartegenover zet ik dat er natuurlijk wel een stijging in zit. Alleen mindere stijging dan wat anders zonder het schrappen van de kanbepaling het geval was geweest. De minister. Ja. Oh, sorry. meneer Nijboer. Ja. Nee, maar dat is... Ja, er wordt gewoon een wet aan de Kamer voorgelegd. En die heeft als gevolg dat mensen dus na 10 jaar 250 euro per jaar minder hebben. En daar voeren we hier een debat over. En over het totaalpakket hebben we ook wel eerder een debat gevoerd. Huurders 0,7% erop vooruit, kopers 1,4. 0,8 en 1,4 was het uit mijn hoofd. Dus dat vind ik niet eerlijk. Maar het is wel goed, omdat ja, ik wil dat graag van tafel. Betaalbaarheid is een groot probleem. En mensen na 10 jaar met 250 euro meer kosten opzadelen, vind ik geen goed idee. De minister. Zeker niet in deze tijd. Nou... De heer Nijboer vindt dat niet eerlijk. Wat ik niet eerlijk vind, is om niet het hele beeld te schetsen. Dus als je één stukje eruit haalt en dat presenteert als een bepaald effect. Kijk, dat is niet mijn aanpak. Mijn aanpak is om te kijken, en dat ook van het kabinet overigens, naar het totale koopkrachtbeeld. De plussen en de minnen. En vooral, dat levert dus een plus op. En dat is echt wel belangrijk om dat voor ogen te houden. En dat ook tegen mensen te zeggen. En niet geïsoleerd één maatregel eruit te halen. Ik zie dat de heer Nijboer toch nog wil reageren. Ja, wel, het zou wel een prestatie van formaat zijn om in deze tijd een min voor huurders te presenteren. Dus het is wel logisch dat wij gewoon wetsvoorstellen. En ik weet wel dat het kabinet dat niet wil. Dat geldt ook voor de dividendbelasting. Dat geldt voor allerhande maatregelen. Die willen alles totaal bekijken. Maar we behandelen hier gewoon wetsvoorstellen die niet, naar mijn oordeel, niet goed en niet eerlijk zijn. Het punt is duidelijk. Ik heb geen vraag gehoord. Dus de minister vervolgt. Dank u wel. Dan de corporaties en de effecten van de zogenaamde ATAD. Daar vroeg de heer Nijboer ook naar. U bent volgens mij al geïnformeerd, of u wordt geïnformeerd door de staatssecretaris van Financiën, die nog met een wetsvoorstel komt op dit punt. Dus hij zal dan ook inzicht geven in de impact die dit inderdaad heeft op corporaties. Dat is een feit. De heer Nijboer heeft een bedrag genoemd. Ik denk dat hij dat het bedrag hanteert dat Edes ook heeft genoemd van 400 miljoen. Mijn verwachting is, ik ben daarover in overleg met de collega van Financiën, dat kleiner zal zijn dan dit door hen genoemde bedrag. We zijn natuurlijk ook met Edes over in gesprek, maar het wordt op dit moment in kaart gebracht. Dan zullen we ook de nadere gevolgen voor de woningbouwsector of woningbouwcorporaties in kaart brengen. En ook als het minder is, dan kan het toch nog vervelend zijn. Daar heb ik ook wel begrip voor. Trouwens, collega Snel heeft daar ook begrip voor. Maar het is ook wel een beetje ingewikkeld als je bepaalde regelgeving toepast in Nederland. We vinden dat eigenlijk ook wel goede regelgeving. Alleen worden nu ook de woningbouwcorporaties doorgeraakt. Dan kun je niet voor dat ene geval zeggen, nee, maar dat we zetten jullie even buiten haken. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Feit is wel dat we met de woningbouwcorporaties samen op zoek moeten gaan naar een manier... zodat zij gewoon goed kunnen blijven investeren in de bestaande en in de nieuwe voorraad. Passend toewijzen, dat was een vraag van de heer Nijboer ook weer. Passend toewijzen en gemengde wijken. Ja, ik begrijp dit punt wel. Hè. Dus je zegt passend toewijzen, dat kan een bepaald effect hebben. Wat de bedoeling is van passend toewijzen is dat er een evenwicht komt tussen woonlasten en inkomen. Zodat huurders met een laag inkomen een passend deel van hun inkomen aan huur uitgeven. Daarbij komt dat lokaal er ook passend moet worden toegewezen aan mensen met specifieke problemen. Dat is een feit. Het is denk ik zaak om dan lokaal goede afspraken te maken, dus de gemeente met de woningbouwcorporaties en de huurders zelf. En dat lokale maatwerk, dat moet ervoor zorgen dat de effecten op de sociale kwaliteit van de wijken, want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk, dat die beperkt blijven. En dat die wijken in voldoende mate ook robuust zijn en daar mee om kunnen gaan en dat kunnen opvangen. Dus ik begrijp wel de signalering,
En ik denk dat gemeenten het ook heel erg herkennen. Maar ze moeten het zoeken in het maken van afspraken. Even kijken. Ja, de vraag naar de situatie in Utrecht, het Kanaleneiland. Dat was natuurlijk een transactie die ook bij mij wel wat vragen opriep. Ik geloof dat er in Utrecht ook over is gesproken. Wordt gesproken, dat is morgen, ja, inderdaad. Zal worden gesproken, dat lijkt mij terecht, want daar speelt het. Maar ook de autoriteit woningcorporaties die zal onderzoek doen naar deze kwestie. En als u daar prijs op stelt, wil ik u daar natuurlijk over informeren, zodat we er nog op terug zouden kunnen komen. Voorzitter, daarmee heb ik de vragen over huur en middenhuur hopelijk allemaal behandeld. En heb ik nog een aantal vragen een beetje door elkaar heen. De heer Koerhuis die vroeg naar de huisvesting van statushouders. Hij wilde volgens mij weten, en het liefst ook nog snel, eind februari, hoeveel gemeenten nog de voorrangsregeling hebben. Nou, ik heb begrepen dat mijn voorganger bij de behandeling van de wetswijziging al heeft toegezegd om het effect van het schrappen van de automatische urgentiestatus te onderzoeken. Dat is een toezegging die al gedaan is. De wetswijziging is een half jaar later dan beoogd in werking getreden, pas op 1 juli 2017. Dus dat kan zijn dat de gemeenten nog niet voldoende tijd hebben gehad om de voorrangsregeling te wijzigen. Dus ik ben bang dat eind februari dan iets te snel is. Er is nog te weinig tijd verstreken, maar ik begrijp het verzoek wel. En ik denk dat, ik zeg u sowieso toe dat ik op een later tijdse verslag zal doen van het aantal gemeenten dat gebruik maakt van een voorrangsregel in de huisvestingsverordening en hoe zij deze hanteren. Meneer Koerhuis van de VVD. Ja, ik vraag niet veel. Ik vraag een belronde. Dat moet toch op één dag kunnen? Ik zie het probleem niet. Zou ik niet nogmaals mogen vragen, zou u die belronde willen doen? En eind februari ons daarover te informeren. Heldere vraag, de minister. Ik wilde net ja zeggen. Ik wil natuurlijk die belronde doen, want meneer Koers heeft helemaal gelijk. Dat is het probleem eigenlijk niet. Alleen ik vind dat als er een wetswijziging die later in werking treedt dan eigenlijk was voorzien, dan vind ik het een beetje vervelend om tegen die gemeente te zeggen, hij is later in werking getreden. Dus laten we die gemeente dan ook nog net die extra tijd geven. En dan is eind februari dus wat snel. Dus het belrondje is het probleem niet, de timing wel. En misschien mag ik voorstellen om het dan toe te zeggen in ieder geval van voor de zomer. Nou, meneer Koerhuis, heel kort. Ja, nou kijk, door de collega links van mij word ik vaak aangesproken over de huisvesting van statushouders. Ik wil het graag op basis van feiten een antwoord kunnen geven. En ik heb die feiten gewoon niet. En ik zeg niet, ik heb het er niet over, dat ik nu al besloten heb om vervolgens maatregelen richting gemeentes te gaan voorstellen als zij niet als zij nog steeds die voorrangsregeling hebben. Maar ik wil graag de feiten op tafel. En dat moet volgens mij te doen zijn in de belronde. En het zijn puur die feiten die ik graag in volgende maand zou willen hebben. Maar dat heeft de minister net toegezegd voor de zomer. Dus nou ja, goed, het is aan de minister om daar weer op te reageren. Ja. Ik heb de heer Koerhuis gehoord. Hij heeft mij ook gehoord. Maar goed, hij heeft altijd het laatste woord. Dus ik neem het mee. Ja, dan de heer Kops, die zich inderdaad heeft beperkt in zijn inbreng tot één thema, maar daar wel een aantal vragen over had. En ook terechte vragen, want het is onjuist en ook ongewenst dat verhuurbemiddelaars die bemiddelingskosten in rekening blijven brengen bij huurders. Want de wet is op dat punt duidelijk. Verhuurbemiddelaars mogen geen bemiddelingskosten aan huurders van woningen in rekening brengen. Het maakt trouwens ook niet uit wat ze het noemen. Als zij ook in opdracht van de verhuurder bemiddelen. Dus er is gewoon een verbod op tweezijdige bemiddelingskosten. En de huurder die kan, hè, als dat wel gebeurt, die kan dat terugvorderen. Daar moet je natuurlijk wel wat voor doen. Het kan zelfs zijn dat er een deurwaarder aan te pas komt. Maar er zijn diverse instanties die huurders ondersteunen bij het terugvorderen van die onterecht doorbrekende bemiddelingskosten. En er zijn veel partijen, waaronder de Woonbond, de NVM, het ACM,
die huurders daarop wijzen. Hè, die zeggen dat doorberekenen van verkapte bemiddelingskosten, dat mag niet. En op die manier worden mensen geïnformeerd en ook gestimuleerd om die bemiddelingskosten terug te vragen. En dat is wel weer een hele goede zaak. De ACM ziet toe op de naleving van die regels en treedt op tegen die huurbemiddelaars die structureel ten onrechte bij de huurder kosten voor hun bemiddeling in rekening hebben gebracht. Er zijn voorbeelden van in het verleden dat daar ook inderdaad mensen zijn aangepakt. Dus ik ben het met de heer Kops eens, deze praktijk willen we niet. Ik zou echt tegen iedereen willen zeggen, doe een melding aan de autoriteit Consument en Markt als je dit overkomt. Dan kan de autoriteit Consument en Markt ook in actie komen en handhavend optreden, want het zijn oneerlijke praktijken. Meneer Kops, wilt u er weer op reageren? Ja, graag, voorzitter. Dank u wel. Ik vind het toch te makkelijk, dit. Want natuurlijk, geld terugvorderen, het is allemaal prima. Maar voor een bedrag als €300 is het vaak de moeite niet. En ik mag toch aannemen dat de minister het met mij eens is dat het überhaupt niet zo ver moet komen. Het is een structureel probleem. De minister zelf heeft ook een soort meldpunt in het leven geroepen. Om foute huurmakelaars te melden. Dus ik neem aan dat de minister het zelf ook een structureel probleem vindt. Dan is mijn eerste vraag, wat is dan precies de omvang van het probleem? Weet de minister dat? Want ik heb al een lijst met meer dan 100 makelaars die bewust de regels overtreden. Dat is de eerste vraag. En ten tweede, de ACM moet dan toch in actie komen, lijkt mij, als het zo'n groot probleem is. Waarom gaat de minister daar gewoon niet voor zorgen? De minister. Nou ja, het lijkt erop dat de heer Kops daarbij behulpzaam is, want hij heeft een hele lijst voor zich. Nou, wellicht is die lijst daarbij behulpzaam. Ik deel eigenlijk zijn analyse dat dit niet zou moeten voorkomen. De aantallen die ik ken van waar de ACM heeft ingegrepen een aantal jaar geleden, die zijn nog niet heel groot. Maar het kan zijn dat het is toegenomen met de marktontwikkeling. Dat lijkt me zaak om dat goed in de gaten te houden. Daar hebben we dus partijen bij nodig, zoals de Woonbond, de NVM en ACM zelf. Maar we hebben vooral huurders nodig die dat melden. En ik stel voor dat de lijst van de heer Kops, dat ik die doorgeleid naar de ACM om te kijken of dat voor hen ook houvast biedt. En ik ben overigens ook zeer bereid om daar nog nader over te spreken met koepelorganisaties, met makelaars, met huurdersorganisaties. Want als deze praktijken voorkomen, dan moeten we zorgen dat daar een einde aan komt. Meneer Kops. Ja, voorzitter, dank. Want nog even om toe te voegen, de wet wordt hier wel overtreden natuurlijk. En dan vind ik het echt veel te makkelijk om te zeggen, ja, huurders worden belazerd, hè, dat mag niet volgens de wet. Maar goed, dan moet u achteraf maar het geld terug gaan vorderen. Dat vind ik echt veel te makkelijk. We moeten er echt voor zorgen dat de wet wordt nageleefd en de malafide huurmakelaars gewoon worden aangepakt. Ik heb volgens mij de minister nog iets meer horen zeggen, maar de minister die kan reageren op deze reactie. Mijn allereerste zin was dat de wet duidelijk is. En dat betekent dat er ook handhaving moet zijn van die wet. Ja. En ik dank de heer Kops dat hij daar ook een bijdrage aan levert. Even kijken, ik ben nu bij de verhuurdersheffing. Even kijken, de verhuurdersheffing. De motie Ronnes, die ook was ondertekend door mevrouw Van Eijs, die ook deze vraag heeft gesteld, die vraagt om meer opbrengsten van de verhuurdersheffing vanwege de stijgende boswaarde, om die in te zetten. Er waren volgens mij bij het debat over de begroting een tweetal moties op dit terrein. De motie Ronnes, die vraagt om wat ik net zei, die meer opbrengsten van de verhuurdersheffing. En de motie Koerhuis, die vraagt om stimulans. Een stimulans in te bouwen voor de verkoop van dure woningen door corporaties. Beide moties die wil ik graag betrekken bij een brief die ik voor de zomer aan de Kamer stuur. Ik moet hier ook overleg over hebben met mijn collega van Financiën. Want binnen de budgettaire spelregels is het nog niet zo evident, om het maar voorzichtig uit te drukken. Laat ik het daar maar bij. Ik denk dat ik zie aan de woordvoerders dat ze goed begrijpen wat ik zeg. De studenten. Ik dacht dat mevrouw Van Eijs was die vroeg, hoe kunnen we zorgen voor meer aanbod? Is er misschien nog een mogelijkheid om te kijken naar meer onzelfstandig, hè? Dus andere manieren van huisvesting? En dat vind ik belangrijk. Ik ben daarom ook in gesprek met onderwijsinstellingen, met
huisvesters van studenten met gemeenten. Er is een motie waarin werd opgeroepen tot een nieuw actieplan studentenhuisvesting. Die ben natuurlijk aan het uitvoeren. Hier geldt ook weer, neem de lokale omstandigheden als uitgangspunt. Ook weer tussen de studentensteden zijn er grote verschillen in de woningmarkt voor de studenten. Er zijn ook verschillen in het type oplossingen waar de steden vaak in overleg met universiteiten, hogescholen mee komen. Dus dat moeten we goed in kaart brengen. Daarvoor is die samenwerking belangrijk, ook met de koepels vanuit het hoger onderwijs, het LSVB en het hele netwerk van die kennissteden die zich ook hebben gegroepeerd en hebben gebundeld. Dus ik vind het een belangrijk punt, ook het punt van onzelfstandig versus zelfstandig. En het zou dus wat mij betreft onderdeel moeten zijn van het actieplan wat er aankomt. In het voorjaar kan ik u daar verder over berichten. Ik zie een interruptie van mevrouw Van Eijs. Ja, ik ben blij, voorzitter, om te horen dat het wordt meegenomen, dat zelfstandig onzelfstandig. Maar wat ons ook veel opviel was de relatief sterke huurstijging bij studentenwoningen. Dus ik denk dat het ons zeer zou plezieren als u dat in uw gesprek ook naar voren kan brengen. Want het is natuurlijk raar dat studenten veel hogere huurstijgingen krijgen dan andere huurvormen. De minister. Nou, dit is volgens mij een onderdeel van de problematiek die er op dit moment is op de markt. Dus grote druk op de markt, gewoon op de woningmarkt. En tegelijkertijd grotere aantallen studenten in de opleidingen. En dat bij elkaar leidt tot prijsstijgingen, tot schaarste. En ik denk dat datgene, de onderwerpen die ik net noemde, dat die daarbij moeten helpen om dat te gaan oplossen. Ja, ik vergat net even toen ik de heer Nijboer iets zei over de discussie die ik met Financiën en de Woningbouwcorporatie heb over dat zij geraakt worden door de zogenaamde ATAD. Hij heeft ook daarbij toen gezegd, ja, zij krijgen 100 miljoen, de woningbouwcorporaties, voor verduurzaming. Dat is de afspraak in het regeerakkoord. Nou kijk, die verduurzaming is, ik zei net al, over de hele linie ontzettend belangrijk, maar natuurlijk ook voor de woningbouwcorporatie. Maar in de corporatiesector zijn, als je gewoon even naar het geheel kijkt, zijn er eigenlijk wel voldoende middelen om te verduurzamen. En in een paar jaar tijd naar bijvoorbeeld label B te gaan, wat een doelstelling is uit het energieakkoord. En voor de langere termijn, daar moeten nog afspraken over worden gemaakt. Dat zal onderdeel moeten zijn van het klimaatakkoord. Er is natuurlijk de ambitie van Ede zelf om, maar dat is weer over nog langere tijd, in 2050 helemaal energie neutraal te worden. En ik denk dus dat we heel veel moeten doen. Maar deze 100 miljoen, de korting op de verhuurdersheffing, die kan daar een bijdrage aan leveren. Maar ik denk dat er inderdaad meer nodig is, maar die inspanning kan ook van de corporaties zelf komen. In ieder geval is het de bedoeling om voor de zomer met een wetsvoorstel te komen over hoe die korting, zoals in het regeerakkoord voorzien, hoe die in te vullen. De vakantieverhuur. Mevrouw Beckerman die vroeg of het de oproep van een aantal steden aan de Europese Commissie om die toegang tot de adresgegevens te regelen. Ik geloof dat de vraag was of het kabinet het daar ook mee eens was. Allereerst is het natuurlijk heel goed dat gemeenten samenwerken, ook over de grenzen heen. Dat is trouwens ook in de richting van de platforms verstandig om te doen. Samen staan ze veel sterker. En ik weet ook dat vanuit het buitenland met veel interesse wordt gekeken naar hoe bijvoorbeeld Amsterdam hiermee mee omgaat. En dat ook andere gemeenten heeft geholpen in hun afspraken die ze wilden maken met Airbnb, die natuurlijk een grote speler is op dit terrein. Met de uitvoering van de motie Beckerman wordt er al samen gekeken met de gemeente over hoe in samenwerking met platforms met die data kan worden omgegaan. En ik stel voor om dat nog even af te maken, dus de uitkomsten daarvan af te wachten. Er kan eigenlijk heel veel. Soms ook als steden denken dat het niet kan, blijkt het toch te kunnen. Dat is nu ook met de meldplicht bijvoorbeeld het geval. Maar ik wil zeker daar actief over meedenken. Ik vind die Europese component, die Europese samenwerkingsintentie, vind ik heel belangrijk. Maar ik denk dat de ervaring ook leert dat je beter als stad gewoon dingen kunt gaan doen. Afspraken maken met zo'n platform, de meldplicht invoeren.
Want ja, als je naar Brussel gaat en zegt, we willen graag dat de Europese Commissie dat regelt, dat duurt gewoon eventjes. Als het al een goed idee is, als het al proportioneel is. Dus het is niet iets waar we op moeten wachten, maar wel aan de slag gaan. Ook kijken voor de ervaring van Amsterdam, hoe relevant dat is voor andere steden in Nederland. Dat lijkt mij de juiste weg. Ik wou eigenlijk de minister even de kans geven. Eén verhelderend vraagje. Nou, eigenlijk wilde ik vragen, want ik ben heel blij met het antwoord. Hè. De uitvoering van de motie van mij die is aangenomen. Maar ik wil heel graag een datum weten waarop we daar een terugkoppeling kunnen verwachten. Want dat is een hele mooie toezegging, maar ik wilde daar graag een datum bij. Ja, die datum kan ik u geven, want ook dat zal in maart of begin april zijn. Dank. Ik heb nog maar een paar vragen, voorzitter. Beide van mevrouw Beckerman. Even kijken, de verhuurdersheffing omzetten in een investeringsplicht om de bouw te stimuleren. Ja, dit is een bekende vraag van mevrouw Beckerman. Die verhuurdersheffing levert weer een bijdrage aan de financiën van het Rijk. Dat zijn inkomsten. Daarvan is niet gezegd dat we die stoppen. Die is dus gewoon onderdeel van de begroting. Ik ben er geen voorstander van om daarmee te stoppen. Ik geloof dat mevrouw Beckerman dat wel is. En een investeringsplicht, dat klinkt... de suggestie een beetje vanuit haar vraag was van dat zou ook wel weer leiden tot opbrengsten. Maar dat is toch van een andere orde. En intussen is gebleken, als je kijkt naar het geheel van de woningbouwcorporatie, er zijn natuurlijk grote verschillen. Er zijn woningcorporaties die wat krapper zitten of die nog met problemen uit het verleden zitten. Er zijn woningcorporaties die veel ruimer zitten. Maar macro loopt het eigenlijk wel rond, zou je zeggen. Is er ruimte voor investeringen? Dus dat is eerder een aanpak die ik voorsta dan een einde te maken aan de verhuurdersheffing. Zij had ook nog een vraag over de Rotterdamwet. Zij was kritisch op. Uit de toepassing van de wet bijzondere maatregelen, grootstedelijke problematiek, zoals die voluit heet, blijkt dat in de wijken waar die leefbaarheid zwaar onder druk staat, en dat zijn dus ook 5 wijken in Rotterdam, dat over het geheel genomen het aantal werkenden in deze gebieden nu toeneemt. Dat er dus als gevolg van die maatregel geleidelijk aan differentiatie komt in die wijken. Dat de gemengdheid van de wijk wordt bevorderd. Nou, daar is het volgens mij voor bedoeld. Selectieve woningtoewijzing in bepaalde gevallen, voor bepaalde doelgroepen. Dus in dat opzicht denk ik, op basis van wat ik nu weet, dat het wel werkt. En in Rotterdam wordt de nieuwe maatregel uit de wet om woningzoekenden te weren met overlastgevend en crimineel gedrag, die wordt nog niet toegepast. En er is wel recent een aanvraag ingediend door de gemeenteraad. En die moet nu aan de criteria van de wet worden getoetst. Noodzaak, geschiktheid, subsidiariteit, proportionaliteit. Dat is natuurlijk een heel ingrijpend instrument. En dat moet in de gemeente dan altijd worden gecombineerd met een integrale gebiedsaanpak. Voorzitter, ik hoop dat ik daarmee de vragen die gesteld zijn heb beantwoord. Nou, ik heb zelf in elk geval ook 2 vragen gesteld over zeggenschap en eigen regie. Met welke concrete voorstellen u daarmee komt. Ik heb in het wetgevingsoverleg gevraagd naar het initiatiefrecht huurders en naar de wooncoöperaties. Ja. En ik heb gevraagd naar toegankelijkheid voor wonen voor mensen met een beperking. Ik heb het gehad over het begrip independent living. Dus ik zou u willen vragen of u in uw tweede termijn nog in zou willen gaan op die vragen. En dan wil ik voorstellen dat wij nu verder gaan met de tweede termijn. En ik zou willen voorstellen om dat te beperken tot 2 minuten. Ja? Dan geef ik als eerste het woord aan meneer Koerhuis van de VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik dank de minister voor haar antwoorden. In de eerste termijn heb ik een aantal zaken aangestipt die voor de VVD belangrijk zijn. Ten eerste de bouwopgave. Ik heb in het specifiek gevraagd naar Gelderland en ik begrijp... Dus dat, nou ja, graag toch nog een kleine bevestiging dat de Primos-richtlijn van zo'n 100.000, kunnen er 80.000 worden, kunnen er 110.000 worden, in de gesprekken met de provincie Gelderland ook de richtlijn van de minister gaan worden. We hebben het als commissie ook gehad over binnenstedelijk en buitenstedelijk bouwen. Ik bekijk dat het liefst vanuit de mensen zelf. Dus binnenstedelijk waar kan,
maar buitenstedelijk wat moet. Uiteindelijk moeten die 1 miljoen huizen gewoon gebouwd worden om de tekorten weg te werken, zodat iedereen een goed en betaalbaar huis kan vinden. Er zijn meerdere onderzoeken die zeggen dat er maximaal 300.000 woningen binnenstedelijk gebouwd kunnen worden. Dan hou je dus een tekort van 700.000 over. Voor de VVD staat voorop dat we zoveel mogelijk zo snel mogelijk bouwen. En samen met de heer Ronnes bezinnen we ons nog over een spoedwet woningbouw, mocht dat nodig zijn. Ten tweede heb ik gevraagd hoe we naar lagere huurprijzen zouden kunnen gaan. De eerste oplossing daarvoor is natuurlijk bouwen, bouwen, bouwen. Maar ik heb ook gevraagd te kijken naar het verlagen van de maximale huurprijzen van corporaties naar 640 euro. Ik ben blij met de toezegging van de minister en wacht de evaluatie van de woningwet af. Ten derde over het verhogen van de NAG-grens. Ik wil ook met mijn collega's blijven kijken hoe we de positie van starters kunnen verbeteren. Ik ben ook blij met de toezegging van de minister dat als de NAG-grens omhoog gaat, dat dan voor het hele land gaat gelden. Tot slot over statushouders. Ik wil toch echt, en ik heb het ook al gezegd in de interruptie, eindelijk eens weten hoeveel gemeenten die voorrangsregeling nog hebben. En dat zou toch echt, in mijn mening, via een belronde binnen 1 dag duidelijk moeten kunnen zijn. En ik denk ook echt dat die informatie eind februari naar de Kamer toe kan gaan. Maar ik heb niet de toezegging van de minister gehoord en ik zou er ook graag een VAO op willen aanvragen. Dank u wel, meneer Korhuis. Dan is nu het woord aan meneer Ronnes van het CDA. Ja, voorzitter, de tijd is te kort om nog door al die punten heen te lopen. Dus ik beperk me even tot 2 hoofdzaken. Die eentje is nog niet aan bod geweest. Dat betreft de woonvisies in de gemeentes. Er zijn 55% van de gemeenten hebben nog geen woonvisie. En als je kijkt welke problematiek er op de woningmarkt zich afspeelt, is dat eigenlijk wel heel raar. Dus mijn vraag is, kan de minister op de een of andere manier toch nog eens richting gemeentes stimuleren of op de een of andere manier ze op attent maken dat het wel belangrijk is om een woonvisie te hebben? Dat is 1. 2. De middenhuur. Grote zorg voor het CDA is er wordt dadelijk gebouwd in het middensegment. Er wordt gesproken dat op sommige plekken corporaties woningen verkopen richting het middensegment. Maar hoe zorgen we nu dat de prijzen ook in dat middensegment blijven tussen die 710 en 1000 euro? In de ruimtelijke ordening hebben we geregeld dat dit voor 10 jaar geborgd kan zijn in regelgeving. Ik denk dat het een hele goede stap is. En misschien dat er nog eens een moment moet komen van is die 10 jaar, is dat wel het jaartal wat het moet zijn? Moet het niet nog wat meer zijn? Maar een andere vraag die ik richting de minister zou willen stellen is, er is net een VAO aangevraagd, of zij voordat dat VAO ingepland is, of dat zij ons kan laten weten, of dat het mogelijk is via de publiekrechtelijke weg, corporaties, als zij huurwoningen verkopen, om die privaatrechtelijk in het verkoopcontract te laten regelen dat die woningen bestemd zijn voor het middensegment en ook in die middensegment terecht moeten komen. Op die manier kun je nog meer sturen dat als die woningen verkocht worden, dat ze ook echt gaan helpen voor de doorstroming vanuit de sociale huurwoningen. Ik zou daar graag een reactie op hebben voordat dat VAO is, om te kijken of dat we er dan ook echt iets mee kunnen tijdens het VAO. Dank u. Dank u wel. Dan is nu het woord aan meneer Kops, PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Ook dank aan de minister. Ik hoorde hier Koehuis een VAO aanvragen. Dat is mooi. Hoef ik dat niet te doen, dan kan ik een motie indienen ten aanzien van de bemiddelingskosten. Maar dat niet alleen, want de heer Koers heeft me toch wel op een idee gebracht, moet ik eigenlijk zeggen. Ik dacht namelijk zelf, ik ga het voor de verandering eens niet hebben over statushouders. Dat komt de volgende keer dan wel weer. Maar goed, de heer Koers heeft het er zo uitgebreid over en hij heeft heel veel vragen gesteld over de voorrangsregeling voor statushouders bij huisvesting. PVV heeft daar al vaker moties over ingediend om daar gewoon direct een eind aan te maken. Geen voorrang meer voor statushouders, geen sociale huurwoningen meer voor statushouders. De heer Koerhuis brengt me op het idee om die moties dan nog eens een keer in te dienen. En dan is het een herkansing voor de VVD om daar dan voor te stemmen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Kops. En dan nu mevrouw Van Eijs, D66. Dank u wel, voorzitter. Ja, een passende woning voor iedereen en passende segmenten. Dus passende segmenten voor sociale huur, verkoop, maar ook zeker voor middenhuur. Daarom zijn we blij met de snelle reactie die gaat komen op het rapport van Gijzel. En wat ons betreft kan de minister snel aan de slag met een saneringsfonds. We zijn ook blij met het voorstel voor versimpeling van de markttoets die ook op korte termijn naar ons toe gaat komen.
Ook de mogelijkheden voor starters zijn belangrijk. Ondersteunen ook de vraag om aandacht van het CDA. En daar kwam ook eigenlijk mijn vraag over het huurverleden vandaan. Maar ik ben blij dat de minister dit in de evaluatie meeneemt. Het is ook goed dat de minister al aan de slag is met de verduurzaming van woningen. En inderdaad zijn er mogelijkheden via de hypotheek. En ik hoop dat we deze ook met z'n allen steeds aandacht zullen blijven geven. Want de opgave is groot en heel belangrijk. Veel van de problemen die we vandaag besproken hebben zijn effecten van de grote kloof tussen aanbod en vraag. En daarom is het goed dat de minister heel veel verschillende middelen hier heeft toegezegd die ze gaat inzetten om dit aanbod te vergroten. Dank u wel. Ja, voorzitter, ja, 2 minuten. Ik denk dat het goed is als ik niet het hele debat inderdaad opnieuw ga doen. Is ook al een VAO aangevraagd. Waar ik toch nog even op terug wilde komen was die Rotterdamwet. Want dat antwoord zit me niet helemaal lekker. Kijk, de minister zegt, ja, er zijn meer werkenden in die wijken. Maar uit 2 onderzoeken die nu gedaan zijn, blijkt dat het echt slecht gaat in die wijken. Ja, dan kun je zeggen, ja, het aandeel werkenden neemt toe. Maar het aandeel bewoners onder de armoedegrens in die wijken groeit ook. En ja, ik denk dat dat ook juist heel treurig is voor die mensen die dat betreft, deze armoede. Zeker als je ook nog eens werkt. En in die wijken groeit ook nog eens het aantal inbraken, diefstallen en geweldsincidenten. En ja, dan zie je dus dat het dus geen oplossing is voor mensen die die problemen in die wijk al ervaren. Het is onveilig, mensen leven in armoede. En er zijn denk ik meer oplossingen voor nodig dan simpelweg zeggen, ja, maar ze hebben wel vaker een baan. Dus ik denk dat daar echt meer nodig is en dat dit niet afdoende antwoord is. Maar daarom wilde ik simpelweg vragen, wanneer is de evaluatie van de uitbreiding van de Rotterdamwet gereed? En is het goed om daar separaat of in een andere AO nog eens een keer over op terug te komen? Want ik kan me voorstellen dat het nu niet past. En voor de rest laat ik denk ik maar voor het VAO dat al is aangevraagd. Dank u wel, mevrouw Beckerman. Meneer Nijboer van de Partij van de Arbeid. Ja, dank u wel, voorzitter. Over de bezuiniging op de huurtoeslag worden de minister en de PvdA het niet eens. En we blijven ons daartegen verzetten. Ik heb nog 2 punten voor de tweede termijn. Het eerste is de renteaftrekbeperking. Ik proef aan de antwoorden van de minister dat zij ruimte probeert te zoeken om dat toch enigszins te compenseren. En ik zou dat van harte aan willen moedigen. En de heer Snel gaat ook over de verhuurdersheffing. Nou, wellicht is daar, hè, als je dat allemaal technisch zo lastig kunt regelen in die fiscale belastingontwijkingswetten, misschien is daar wel ruimte te halen. Ik zou de minister van harte willen aanmoedigen om bij de collega's van Financiën daar toch een redelijke behandeling te krijgen. Want het zou echt wel, als het geen 400 miljoen is, maar 300 miljoen, dan is het per saldo toch gewoon een belastingverhoging voor de huurders. En dan komt dat verduurzaming echt wel in het gedrang. Want de ene woningcoöperatie is niet even rijk als de andere. Denk maar aan Vestia, denk aan andere woningcoöperaties, ook hier in het Westen. Ja, er zit veel verschil tussen. En als je die extra heffing oplegt, wordt het nog veel lastiger om die duurzaamheidsdoelen te halen en meer te bouwen. Tweede punt, voorzitter. Dat is, het gaat mij niet per se om passend toewijzen. Dus dat principe, dat je, daar kunnen we het ook wel een keer over hebben, maar daar gaat het mij niet om. Het punt waar het mij om ging is dat je als je op werkbezoek bent en je ziet keer op keer dat er in dezelfde straat steeds kwetsbare mensen terechtkomen. En het komt van allerhande redenen, maar ik denk wel dat dit ook een belangrijke reden is. Dat wordt echt een probleem. Kijk, en dat gaat natuurlijk best even een tijdje goed, want zo snel zijn die straten niet vernieuwd. Maar als je dan over 20, want die huurders zitten allemaal ellenlang in hun eigen huis vast, kunnen ook geen kant op. Maar als je dat 20 jaar doet, wat voor straat heb je dan? En dat vergt, ja, dat even zeggen van, moet de gemeente goed in de gaten houden. Die zitten echt best, die wethouders zien dat en die kunnen er niet alles aan doen. Dus ik wil daar, dat was je ook niet even in zo'n debatje op. Maar daar wil ik wel de komende tijd, ga ik me daar verder in verdiepen. En ik vraag de minister dat ook te doen, want het is echt een groot risico als je in de straat alle problemen bij elkaar zet en dan maar hoopt dat het goed gaat. Dat gaat niet goed. Dank u wel, meneer Nijboer. Dan geef ik nu het woord aan mijzelf. En ik dank ook de minister voor haar antwoorden. Eerst nog even ten aanzien van het debatje dat we hadden over het bouwen in het groen. Natuurlijk is het zo dat binnenstedelijk bouwen, dat is wel vaak moeilijker om te bouwen dan buiten de steden. En dat leidt er volgens mij toe dat we in deze commissie eigenlijk 2 lijnen zien. Namelijk de lijn van CDA en VVD, die zeggen we moeten snel bouwen. Dus laten we dan bouwen in de groene contour, want dat is toch over het algemeen makkelijker. Stop, voorzitter. Ik heb straks aangegeven dat ik ook voor de volgorde ben dat je duurzaam omgaat met de ruimte die je hebt.
Maar dat je wel realistisch moet zijn als dat niet kan. En ik proefde straks bij u dat u eigenlijk hetzelfde over denkt. Als het niet kan, dan zullen we toch naar alternatieven moeten kijken. Ik heb inderdaad gezegd, als het echt helemaal niet kan. Maar ik geloof eigenlijk helemaal niet dat het niet kan. Eerst alles inzetten op binnenstedelijk bouwen. En pas daarna kijken naar andere opties. En vooralsnog zie ik niet waarom je dus zou kijken naar andere opties. Als dat ook de lijn van de heer Ronnes is, dan zijn we het inderdaad roerend eens. Maar ik proefde dat hij toch iets meer al buiten de stad wilde kijken. Maar als ik dat verkeerd begrepen heb, nou ja, dan spijt me dat. Want ik begrijp dus dat de heer Ronnes dan misschien toch wat genuanceerder erin staat. Dat is op zich fijn. Maar je ziet daarnaast ook de lijn van D66, de Partij van de Arbeid, GroenLinks. Die zeggen van, eerst in de stad. Want op het moment dat je beiden tegelijkertijd openstelt, dan weten we dat bouwers voor de gemakkelijke optie zullen kiezen. En mijn vraag is, waar staat de minister nou? Want allebei tegelijk, dat kan volgens mij niet. Dus ik zou graag daar toch een wat helderder antwoord op willen. Ten aanzien van Kanaleneiland hebben wij als Kamer een brief gevraagd. Dus daar komen we nog op terug. Ten aanzien van het middenhuursegment proefde ik een wat zuinige reactie van de minister op de aanbeveling van Gijzel om daar toch over te gaan op meer reguleren. Er komt nog een uitgebreidere reactie op, maar ik zou toch echt wel erop aan willen dringen dat we serieus naar deze aanbeveling gaan kijken om in het middenhuursegment meer te reguleren. Want ik denk dat als we te veel erop vertrouwen dat de markt zichzelf in de hand houdt, dat dat gewoon niet gaat gebeuren. De ervaring van de afgelopen tijd bewijst dat volgens mij. Ten aanzien van de grens van €36.000 voor sociale huurwoningen, ik denk dat die grens juist niet logisch is. Dat leidt tot problemen en ook dat speelt commerciële verhuurders juist extra in de kaart, want die kunnen dan alles vragen. En tot slot, voorzitter, mijn twee vragen over independent living en wooncoöperaties en het initiatiefrecht voor huurders. Daar zou ik nog graag een antwoord op willen. Dank u wel. En ik geef het woord aan de minister. Excuses. Ja, dat is even lastig met die twee rollen. Ja, precies. De minister, ja. Tweede termijn. Een independent living, even voor mijn begrip. Dat gaat dus over de toegankelijkheid, hè? Dat ja. is voor mensen met een beperking. Ja, precies. Oké, okay, heel goed. Nee, ja. Dan begrijpen we elkaar gelukkig. Mooi. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt zonder vraagteken aan het eind van de zin. Die laat ik dan eventjes, omwille van de tijd ook. Beperk me dus even tot de vragen. De heer Koerhuis die wil weten of ik nou die 100.000 als richtlijn wil hanteren bij Gelderland voor de bouwopgave. Wat ik heb toegezegd is dat ik het gesprek ook in Gelderland wil aangaan. Daar ook graag van hen hoor of zij dat een relevante richtlijn vinden. Niet vooraf door mij op tafel gelegd. Ik wil heel graag weten wat de regio wil. En als dat dit bedrag zal zijn op de basis die de heer Koerhuis schetst, dan neem ik daar natuurlijk kennis van. En dan is dat een relevante richtlijn. Het belrondje. Dat klinkt gek, hè? Alsof ik niet bereid zou zijn om een belrondje te doen. Nou, dat is het natuurlijk helemaal niet. Ik ben altijd bereid om voor de heer Koerhuis een belrondje te doen. Maar ik vind dat als gemeenten pas sinds 1 juli vorig jaar hiermee met deze wetswijziging moeten werken. Dan denk ik dat het gewoon een feit is dat de resultaten er nog niet zijn. En dat komt omdat verordeningen moeten worden aangepast, omdat gemeenten allerlei processen door moeten. En ook hele terechte en goede processen, bijvoorbeeld bij de gemeenteraad. De voorbereiding voor het college, de besluitvorming in commissie en gemeenteraad aansluitend, de inwerkingtreding. Dus ik ben een beetje bang dat als ik dan nu dat belrondje doe, dat het eigenlijk een verkeerd beeld oplevert. Ik heb veel liever dat de gemeenten even de tijd geven om hun eigen procedures door te lopen. Waarna we, en dat vind ik zo tegen de zomer een relevant moment, dan is er een jaar gepasseerd. Dan hebben ze genoeg gelegenheid gehad om deze aanpassingen op een nette en democratische manier te doen. En dat geeft een eerlijker beeld, denk ik, dan wanneer je dat nu zou doen. Dus ik vraag de heer Koerhuis om daar toch een heel klein beetje geduld en mij te gunnen dat ik daar voor de zomer op terugkom en niet eind februari. Ik dacht even dat de heer Koers iets wilde zeggen, maar dat zag ik helemaal verkeerd. CDA, de heer Ronnes, die zei dat veel gemeenten nog geen woonvisie hebben. Ik ben er erg voor dat die woonvisies er komen.
Ik kan me ook voorstellen dat, zeker na de gemeenteraadsverkiezingen met nieuwe colleges, dat er ook een goed moment is om die woonvisies te gaan ontwikkelen. Maar wat ik kan doen vanuit mijn positie om dat te stimuleren, dat zal ik zeker doen. Dan de middenhuur. En hoe zorgen we er nou voor dat dat middenhuur blijft? Hij deed een suggestie, de heer Ronnes, om bij de verkoop door woningbouwcorporaties ook meteen vast te leggen dat het dan middenhuur moet blijven. Ik denk, maar dan reageer ik een beetje off the cuff, zoals het heet, dat dat op zich wel kan. Want ik denk dat je dat, dat zijn dingen die je in een kettingbeding vastlegt. Maar ik kan niet helemaal goed inschatten hoe dat in de praktijk dan zou uitwerken. Dus het lijkt me goed om daar dan nog op een ander moment op terug te komen. Maar ik vind het een interessante gedachte. Meneer Ronnes? Voorzitter, we kunnen daar een brief over verwachten voor het VO. Kun je wat toezeggen? Ja, dat als de heer Ronnes daar prijs op stelt. Dank u. Dan doen we dat. Geld dan dat ik graag wel, want je... ja, de heer Kops, dat was eigenlijk de vraag die ik net beantwoordde in de richting van de heer Koerhuis. Ik moet mevrouw Beckerman op een ander moment vertellen wanneer die evaluatie van die Rotterdamwet gereed is. Ik heb de informatie even hier niet, dus ik kom daar op terug. Ik dank de heer Nijboer voor zijn aanmoediging. Altijd fijn om aangemoedigd te worden door de Partij van de Arbeid. Ik deel op zich, dat zei ik net ook al wel, zijn zorgen dat je als je met kwetsbare mensen en de situatie in een wijk, daar moet je echt rekening mee houden. Ik zei net al, ik denk dat de oplossing daarvoor echt lokaal moet worden gevonden. Maar ook daar, hè, dus als hij zegt, verdiept u zich daar nog eens wat verder in. Ik weet dat daar echt aandacht voor is vanuit gemeente. Ik weet dat er soms tegenstrijdige doelen zijn. Aan de ene kant proberen mensen zoveel mogelijk zelfstandig bijvoorbeeld te laten zijn. Aan de andere kant kan dat hier en daar tot knelpunten leiden. Dus het is niet dat ik zeg dat ik het probleem niet herken. Ik denk dat de oplossing heel erg lokaal moet worden gevonden in bepaalde afspraken die daarover kunnen worden gemaakt. Ben ik dan al bij mevrouw Voortman? Dat zou goed kunnen. Bouwen. Even, excuus. Meneer Nijboer heeft nog een interruptie. Ja, voorzitter. Ik ben een beetje op zoek naar, maar ik ben nog niet zo lang in deze wooncommissie bezig. Maar of er een soort van opvatting van de regering is over divers wonen. En of we daar misschien een brief over kunnen krijgen of een visie of hoe het ook allemaal maar mag heten. Maar ik zou er een keer goed over doordacht over willen praten. Wat de regering daar nou aan doet, wat de lokale verantwoordelijkheden zijn en hoe dat dus goed gaat in de toekomst. Waar ik zorgen over heb of het wel goed gaat. Ja, dat is inderdaad, dat gaan we nu niet meer doen. De vraag om daar een keer een brief over te kunnen krijgen, zodat we hier over van gedachten kunnen wisselen. Ja, maar wordt hier nog apart behandeld? Nee, hebben ze al gedaan. Oh, ja, dus er werd even gezegd dat is ook iets wat relevant is in het kader van de leefbarometer. Die geeft daar natuurlijk ook een bepaalde inzicht, maar die hebben we al behandeld, dus daar schiet u eigenlijk niks mee op. Het was toch dan meer een vraag aan de commissie zelf dan aan mij, geloof ik. Volgens mij vroeg meneer Nijboer of daar een brief over zou kunnen komen van wat nou de visie van het kabinet is op diversiteit in wijken. Dat was het waar het om ging. Ik neem de vraag mee. Want ik denk dat het gaat voor een deel is het de portefeuille wonen. Maar er zijn natuurlijk ook andere portefeuilles die daar een rol bij spelen. Daar speelt ook nog eens de gemeentelijke verantwoordelijkheid bij. Dus ik zal u helpen. Nee, maar u zegt omdat u het een visie noemt. Een brief wil ik u altijd toezeggen. Met meer informatie. Ik kom er sowieso wel bij de commissie een keer weer op terug. Dus ja, ik vind een brief. Dat lijkt me heel goed. Of wellicht in de brief die de minister voor het VAO heeft toegezegd. Dat ze daar. Want ik kan me voorstellen dat ze ook niet meteen hier een reactie op heeft. Dus misschien is dat dan een idee. Nou, dat is geloof ik opgelost nu. Mevrouw Voortman had nog een paar antwoorden te goed vanuit de eerste termijn. De voorstellen over de wooncoöperatie. Ook een voornemen in het regeerakkoord overigens. De reactie op het initiatiefrecht, daar wil ik voor de zomer u nader over informeren. U had ook een vraag in relatie tot verduurzaming, waar we denk ik al wel wat uitvoerig over hebben gesproken. Maar uw vraag ging over gebouwgebonden financiering. Ja. Vind ik ook een belangrijke vraag. Het is nog best lastig hoe dat voor elkaar te krijgen. Dus ik kan daar nu niet geen antwoord op geven, maar het heeft wel mijn aandacht. Ik ben daar ook met een aantal partijen over in gesprek om te kijken of dat een mogelijkheid is. Dus daar kunnen we dan op een ander moment, betrek ik dat wel bij een brief die ik uw kant op stuur. Ja.
En de mensen met een beperking, dat was ook nog uit uw eerste termijn. Ik heb op 18 januari jongstleden een actieplan toegankelijkheid bouw naar de Kamer gestuurd. En een van de elementen daarin is dat wij vinden dat mensen veel meer rekening moeten houden met die toegankelijkheid. Dat er voldoende aanbod moet zijn in toegankelijke woningen. Dat er veel meer aandacht moet zijn in bouwprocessen voor de toegankelijkheid. En ik zou me kunnen voorstellen dat op basis van dat actieplan toegankelijkheid we daar ook nog eens een keer een debat over hebben met elkaar. Wooncoöperatie had ik gehad. Ja, dan de vragen van mevrouw Voortman nu in tweede termijn. Haar vraag was binnenstedelijk en alleen als het niet echt niet anders kan, hè, kijken naar alternatieven. Nou, daarin vond ik eigenlijk een opening naar consensus. Namelijk dat het niet altijd alleen binnenstedelijk kan. En dat ik denk dat door de druk die er is, het tekort aan huizen, tekort aan passende woningen voor mensen, hè, de zorg die we allemaal hebben over starters, over gezinnen, over ouderen, dat we eigenlijk gewoon de luxe niet hebben om die optie uit te sluiten. Het is natuurlijk veel complexer dan te zeggen van nee, maar alles moet en kan binnenstedelijk of alles moet in het groen. De opening die ik heb willen creëren is, laten we echt kijken wat nodig is, wat mogelijk is. Laten we daar alle creativiteit aan de dag leggen die er is. In gemeenten, laten we daar geen opties uitsluiten. Laten we dan inderdaad rekening houdend met een heleboel criteria die mevrouw van IJs ook heel mooi heeft opgesomd, ook kijken naar de randen van de stad. Dus als u vraagt waar staat u? Nou, ik sta aan de kant van die mensen, de gezinnen, de starters, die op zoek zijn naar een huis op de goede plek. En mevrouw Voortman heeft wel goed gehoord dat, hoewel u nog van mij te goed hebt, een kabinetsreactie op het rapport van Van Gijzel, dat ik op dat punt wat u noemde, een wat zuinige reactie gaf. Maar tegelijkertijd ook heb gezegd, hè, dus het over de hele linie uitbreiden van het gereguleerde segment lijkt me niet de weg voorwaarts. Dat is overigens ook niet het voorstel van de commissie van Gijzel of van de samenwerkingstafel. Hij heeft het over uitzonderlijke situaties in een zeer gespannen woningmarkt, bepaalde steden in Nederland. Dus op die manier zal ik naar zijn aanbeveling kijken. En ik zal zorgen dat u in maart daar een reactie op hebt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw de minister. Volgens mij zijn er geen verdere vragen meer. Er is een VAO aangevraagd door de heer Koerhuis. Dat verzoek dat handhaaft hij zo te zien. En er zijn vrij veel toezeggingen gedaan. Dus de griffier en ik hebben net overlegd dat er voor het VAO nog een lijstje van toezeggingen komt. Zodat we precies weten wat er is toegezegd. En mensen met die kennis vervolgens kunnen bepalen of ze nog moties moeten indienen. Ik dank de aanwezigen, ik dank de minister en haar ondersteuning en ik sluit hierbij de vergadering.